Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag iedereen, ook op de publieke tribune. En welkom meneer Van Leeuwen namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij doen onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van de coöperaties en ook naar incidenten die daar plaatsvonden. En daarom willen wij weten wat er nou allemaal gebeurde en ook hoe dat allemaal kon gebeuren en wie de verantwoordelijken zijn. En vandaag, meneer Van Leeuwen, gaan we de focus als commissie wat verbreden na een aantal casussen die ons helpen om licht te doen schijnen op de werking van de sector. Gaan wij naar wat andere instituten, onder andere naar overheid en politiek, gaan we uitgebreid naar kijken. En zo komen we als tussenstap nu bij EDES, als ik het zo goed uitspreek, de koepelorganisatie die wij vaak tegenkomen. En in dat verband, meneer Van Leeuwen, wordt u zelf vandaag gehoord als getuige. Het verhoor vindt plaats onder Ede. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen als u opstaat en mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Van Leeuwen. Neemt u plaats. De microfoon kan aanblijven gedurende het hele verhoor. Er zijn meerdere leden van onze commissie die graag vragen aan u stellen. En het woord geef ik nu eerst aan collega Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Welkom, meneer Van Leeuwen. U was van 1998 tot 2008 10 jaar voorzitter van de Bijlandse organisatie EDES. En daarvoor was u ook voorzitter van het Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting, het NCIV. U stond als eerste man van de Bijlandse organisatie mede aan de wieg van de verzelfstandiging van de woningcoöperatiesector in de jaren 90. En u was ook betrokken bij de verdere vormgeving van het stelsel daarna. En vanuit die betrokkenheid zouden u graag een aantal vragen stellen. Dan zou ik willen beginnen bij het rapport De Balans Verstoord van EDES. Dat rapport is na uw vertrek gemaakt. Vorig jaar kwam dat uit. Maar het ziet terug op voor een groot deel de periode dat u voorzitter was van de balansvereniging. En in dat rapport De Balans Verstoord, er worden een aantal kritische noten gekraakt over het concept van zelfregulering. En als EDES-voorzitter was nu juist een groot pleitbezorger van die zelfregulering. De eerste vraag is, deelt u de conclusie in het rapport De Balans Verstoord dat de zelfregulering niet heeft gebracht wat er van verwacht werd? Ja, die conclusie deel ik. Die conclusie deelt u. Kunt u dat iets toelichten? Om te beginnen was in mijn ideaal plaatje de zelfregulering zo succesvol geworden dat we hier nu niet zaten. De zelfregulering heeft niet gebracht wat ik ervan verwachtte, om eigenlijk twee redenen, twee belangrijkste. De eerste is dat de leden van EDES het concept wel droegen. Er werd ook altijd over besloten door congressen, door een ledenraad.
maar dat in de uitwerking ervan, de implementatie zeg maar, het niet in het tempo ging dat mij voor ogen stond. Er is wel eens later door minister Winsemius het congres voorgehouden dat het tempo wat laag lag en toen heeft hij het woord meestribbelen genoemd. Daar herken ik mij wel in. Dus dat is de eerste reden. De tweede reden is dat wil zelfregulering werken, dan heb je een contramal nodig in de wet en regelgeving. Dat was ook altijd onderdeel van het concept zoals ik het uitdroeg. Dat was ook onderdeel van de afspraken die ik daarover maakte met ministers. Maar die contramal is er eigenlijk nooit gekomen. Dus er ging van de zelfregulering onvoldoende druk uit. Als je nog een stap verder gaat, uw opvolger, de heer Calon, die zegt zelfs dat de zelfregulering heeft gefaald. Kun je het zelfs zo scherp stellen vanwege het ontbreken van die contramal? Nou, dat vind ik wel een hele zware uitdrukking. Hij heeft niet gebracht wat we ervan verwacht hadden. Die conclusie uit het rapport deel ik. Hij heeft wel veel wel gebracht ook. Natuurlijk focust u zich op de incidenten. Maar er is ook, en ik meen dat het... een van de anderen die u verhoord heeft, die heeft dat met zoveel woorden gezegd. Er ging ook absoluut disciplinerende werking uit van alle aspecten van zelfregulering. De EDES-code, de governance-code, het visitatiestelsel, het benchmark-systeem. Het disciplineerde wel. Mm-hmm. Alleen, EDES is niet de partij die dat vervolgens kan afdwingen of handhaven. Dus je hebt een contramal nodig in de wet en regelgeving, een systeemregel. En in het systeem wordt dan geborgd dat die zelfregulering ook werkt, afdwingbaar is. Mm-hmm. En door een extern toezichthouder daar toezicht op kan worden gehouden. Een kleine aanvulling, meneer Van Leeuwen. We focussen als commissie op de werking van het hele stelsel. Incidenten spelen daar een rol in. Dus dat betekent niet dat onze uitsluitende focus op de incidenten ligt, maar ook op wat er allemaal omheen gebeurt. Even ter aanvulling. Gelukkig. Ja, het is inderdaad een breed onderzoek. Maar als je het dan hebt over de contramal in de wetgeving, dan begrijp ik van u dat je dan hebt over verplicht maken van visitaties, verplichte governance codes, verplichte benchmarking. En moet ik dan zo begrijpen dat de organisatie EDES dan die instrumenten in handen krijgt die wettelijk verankerd zijn? Ja, zo kunt u het uitdrukken. Ja, de vereniging, de leden zelf, binden zich aan de inhoud. Dus die maken een stelsel van benchmarking, die maken een stelsel van visitatie, stellen een governance code op, overigens gebeurde dat altijd met externe gezaghebbende personen in de rol van voorzitter erbij. Maar de overheid zou dat dan moeten verplichten om twee redenen. Niet alle corporaties zijn lid van EDES. De organisatiegraad is hoog, maar er is geen verplicht lidmaatschap. Dus wil je het concept generiek kunnen toepassen en ook als overheid erop kunnen vertrouwen, zul je het algemeen verbindend moeten verklaren. En het tweede is dat je er ook op moet kunnen toezien. En daar heb je dus een wettelijke basis voor nodig. Ja, maar in feite vraagt u dan aan de wetgever om meer macht voor de organisatie EDES om zijn leden te kunnen disciplineren. Kan ik dat zo zien? Nee, zo zou ik het niet uitdrukken. En ik denk dat dat een heel beproefd concept is, ook in andere sectoren, dat je aan de rechtspersonen, de ondernemingen, de instellingen vraagt om met hun kennis van zaken het meest effectieve systeem in te richten. Maar dat je een contramal nodig hebt in de wetgeving om dat systeem ook vervolgens af te kunnen dwingen. Ja, en daarmee komt dan toch in feite EDES in een soort toezichthoudende rol ten opzichte van zijn leden te tegendeel. Staan? Nee, tegendeel. Dan als de overheid de systeemwet maakt, dan kan de overheid er ook op toezien of de corporaties zich aan die systeemeisen houden. En zo niet, ingrijpen. Nou, dat was dus het idee over de contramal. Tot 2005, dan is het concept van zelfregulering, dat wordt tamelijk breed gedragen, ook in de samenleving. Maar na 2005, dan zie je dat het maatschappelijke tij snel kritischer wordt. En er komt ook meer kritiek op de sector.
woningcorporaties. Hoe verklaart u dat, dat veranderen in de maatschappelijke tij? Ik zit even na te denken over uw tijdtabel. In 2004 verscheen het rapport van de WRR, Bewijzen van Goede Dienstverlening, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat was toch nog een belangwekkend pleidooi voor vormen van zelfregulering. In 2005 het SER-advies, ondernemer voor de publieke zaak, waar ook een behoorlijke dosis zelfregulering in zat. Daar is ook draagvlak voor geweest. Dus ik denk dat het iets verder in de tijd is, maar ik heb daar geen verklaring voor. Anders dan dat misschien politiek meer behoefte was om rechtstreeks te sturen. En waar komt die behoefte vandaan, denkt u? Want daar vroeg ik naar. Ja, dat vind ik wel een ingewikkelde vraag. Ik denk dat het een beetje in de aard van politici zit om te willen sturen. Oké, het kan ook zijn dat men in de politiek ontevreden wordt over de prestaties van de volkshuisvesting. Ja, maar dat kan ik mij niet zo uit die tijd herinneren. Wat ik me wel kan herinneren, en daarom probeerde ik ook altijd met de bewindspersonen afspraken te maken over beleidsprioriteiten. Dat ging soms goed, maar niet altijd. En dan komen we op het onderwerp dat er, wat betreft de inhoud van het werk, wat is nou in het belang van de volkshuisvesting, dat je daar verschillende verwachtingen over kunt hebben. En als de Rijksoverheid daarover door de jaren heen steeds wisselende verwachtingen heeft, veel bouwen, nee, veel verkopen, nee, in de wijken investeren. Dan doe je het dus eigenlijk nooit goed. Hè? Mm-hmm. Als je acht dingen doet, dan doe je de twee niet, bij wijze van spreken, van de tien. En daar kan dan ophef over ontstaan. De wisselende stemming in de politiek. Ik wil even naar 2008. Dan komt het rapport van de commissie Noordanus. En de commissie Noordanus die brengt het functioneren van... Het is een opdracht van Edes en dat brengt het functioneren van Edes zelf. Doet het onderzoek naar. Dat rapport heeft de titel Van antwoord tot heffing en verder. En in dit onderzoek wordt geanalyseerd dat er ook binnen Edes heel veel onrust is over het functioneren van Edes als brancheorganisatie. En wat er ook in de voren komt, is dat Edes als brancheorganisatie zichzelf heeft overschat. Zijn eigen positie heeft overschat. Wat vindt u van die conclusie? Ja, daar past mij toch een zekere terughoudendheid, omdat dat een rapport is wat je als opdrachtgever, Raad van Commissarissen, Bestuur samen geeft aan een commissie waar mensen in zitten die je dat toevertrouwt en ook dat oordeel toevertrouwt. Het rapport is door de ledenraad overgenomen, dus het rapport deugt. Zo simpel is het. En een van de belangrijke conclusies uit dat rapport, dat de vereniging in het beantwoorden van de maatschappelijke en politieke vraag too little, too late opereerde, herken ik absoluut. Mm-hmm. De onrust in de vereniging herken ik absoluut. En de ontevredenheid in de vereniging richt zich dan altijd naar de top. Dat snap ik. Ja, over dat too little, too late, daar komen we nog later op terug. Want dat gaat dan over de aanloop naar de vogelaarheffing. Tijdens uw voorzitterschap waren er een aantal grote corporaties die het lidmaatschap van Edes opzegden. Voorbeelden daarvan zijn Vestia en RMTE. En er waren ook andere corporaties die gingen zich in andere verbanden buiten Edes om organiseren. Ja, in een column in Edes Magazine werd dat zo neergezet als van de kikkers die springen alle kanten uit de kruiwagen. Waar kwam dat volgens u? Zeg maar dat de leden een lidmaatschap opzeggen, dat andere verbanden ontstaan binnen Edes. De verschillen tussen de leden binnen Edes,
die waren wel erg groot geworden. Grote randstedelijke corporaties die zich organiseerden in de vernieuwde stad. Overigens allemaal lid bleven van Edes en ook overleg voerden met Edes. Maar wel ook naast Edes een eigen lobby voerden voor grootstedelijke problematiek. De middelgrote en kleine woningcorporaties die het gevoel hadden dat de voorzitter van Edes zijn oren te veel liet hangen naar de grote leden. En dachten wij moeten binnen de vereniging toch onze positie versterken. Dus die organiseerden zich, maar dat was ook binnen Edes. Ja, zo gaat dat in een grote branchevereniging waar op een gegeven moment verschil van visie en belang geaccentueerd wordt. Ik herken het beeld van kikkers en kruiwagens daarin overigens niet. Ja, er hebben ook leden opgezicht. Vestia heeft bijvoorbeeld opgezicht. De belangrijkste reden die Vestia daarvoor aangaf was dat Edes een huurbeleid voorstond in een afspraak met minister Dekker. Wat de eerste taal niet zag zitten. En dat was zijn reden, zo heeft hij het althans op papier gezet en naar mij toe ook toegelicht, om het lidmaatschap op te zeggen. Ja, ik denk dan ook soms, als je kijkt naar de type leden die opzeggen, dat zijn dan ook bestuurders die heel veel verdienen. En je ziet daar ook wat maatschappelijke kritiek op komen. En dat het ook dat thema binnen Edes gaat spelen. Zou dat nog een rol kunnen gespeeld hebben bij het opzeggen van het lidmaatschap? Ik denk het niet. U denkt het niet? Daar is nee, nooit. Alle, de opzeggingen die er geweest zijn, werden allemaal nogal verschillend gemotiveerd. Wat mij daarbij alleen maar opvalt, ook als we de incidenten van de laatste jaren, als ik die de revue laat passeren, niet alleen die hier langskomen, maar ook de wat kleinere, is mij terugkijkend wel opgevallen dat ik nauwelijks meer in contact stond met die corporaties. Of omdat ze het lidmaatschap hadden opgezicht, of omdat ze eigenlijk nergens meer in het netwerk van de vereniging acte de présence gaven. Ja, en wat wil dat nou zeggen dat als... Ja, dat weet ik nog niet. Wat wil dat nou zeggen dat als de leden eigen weg gaan, wat betekent dat voor het vermogen tot zelfregulering, waarvoor dan toch Edes aan de lat staat? Kun je nog zelfregulering wel inhoud geven als de leden alle kanten op gaan? Ja, absoluut. Kijk, de organisatiegraad die blijft ver boven de 90%. Dus in die zin kon je ook vanuit het concept zelfregulering je verstaan met de overheid en de politiek. De besluitvorming over gaan wij wel of niet een stelsel van visitatie ontwikkelen, gaan wij wel of niet een stelsel van benchmarking ontwikkelen, gaan wij besluitvorming nemen over de governance code, dat zat altijd ver boven de 80%. Het probleem was wel dat op het moment dat het steeds concreter werd en er echt dat het voor het echi ging, zeg maar, dat je dan langzamerhand het draagvlak wel wat zag afkalven. Maar nog steeds altijd met meerderheden binnen de vereniging werden die besluiten gedragen. Dus ook het wegvallen van hele grote, je hebt het over een organisatiegraad van 90%, maar het is natuurlijk nogal wat als dat soort grote organisaties als Vestia met 90.000 woningen uitstappen. Had u toch het idee dat u voldoende representatief bleef? Absoluut. Okay. Ja, het... Kijk even naar de... Meneer Mulder. Voorzitter, dank. U zei in het begin dat de leden van Edes het concept van zelfregulering wel droegen, maar dat het niet ging in het, de uitwerking niet ging in het juiste tempo. Wat heeft u eraan gedaan om dat tempo te verhogen? Frappé toujours. Voortdurend leden voorhouden dat de maatschappelijke verwachtingen omtrent de implementatie van de gemaakte afspraak binnen de vereniging, ja, dat er tempo omhoog moest. En waarom is dat niet gelukt? Nou, blijkbaar heb ik minder gezag gehad dan nodig was. U zei, we hadden het net over het rapport Nordanus, dat de ontevredenheid zich richt op de top. U zei, dat snap ik. Was u het er ook mee eens? Nee. Dus het was onterecht dat, dat het zich richtte op u, op de top? Nou, laten we het bij de top houden. Want er is altijd nog een beetje verschil tussen de functionaliteit van de top en de persoon Willem van Leeuwen.
Ik vond het eerlijk gezegd een beetje een cri de keur, maar ik vond het ook te makkelijk. Er lag een geweldig akkoord met minister Vogelaar, wat eigenlijk binnen de vereniging tussen de wielen is geraakt. En dan ontstaat er een sfeer dat er eerst al vennootschapsbelasting, misschien dat u daar nog op komt, integrale vennootschapsbelasting werd toegepast. Out of the blue, totale verrassing. Ja. Dan komt vervolgens de mislukking van het akkoord met Vogelaar en dus de Vogelaarheffing, zoals dat in de volksmond heette. Ja, dat ongenoegen richt zich dan tot de top van de vereniging. Ja. Maar de top van de vereniging had bijna hetzelfde ongenoegen naar de achterban. En dat heeft het rapport van Nordanus wel aardig blootgelegd. Dus je bent het wel eens met het rapport van de heer Nordanus, maar niet dat de ontevredenheid zich op u als top van de organisatie... Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar ja, bent het is nog wat anders of ik vind dat daar ook echt gegronde redenen voor waren. Ja, daarom vraag ik ook door. Begrijpt u het? Ja, u begrijpt het, maar bent het er niet mee eens? Nee, klopt. Duidelijk. Ja, dank. Meneer Groot. Ja, we hebben hier de eerste dag van de heer Van der Schaar hier gehad, volkshuisvestingsdeskundige. En die kenschetste Edes als een vereniging van directeuren. Ik weet niet of je het ook gehoord hebt. Dat zou je kunnen opvatten, of althans zo heb ik het opgevat, als een club die wel de belangen van de directeur behartigt. Herkent u dat beeld? Totaal niet. Nee, ik was ook verrast. Ook omdat het in een soort scheiding werd geplaatst van wisseling van voorzitterschap. Het is natuurlijk zo dat de rechtspersonen, de leden, worden vertegenwoordigd door hun bestuur. Dus ik had veel te maken natuurlijk met de besturen van de aangesloten verenigingen. Dat lijkt me logisch. Maar ik was geen belangenbehartiger van directeuren. Sterker nog, er functioneerde naast de andere netwerken die we net al bij de kop hadden, een aparte vereniging van corporatiedirecteuren. Daar behartigden zij ook hun belang. Edes was een branchevereniging van aangesloten maatschappelijke ondernemingen. Dus wij werkten voor de onderneming, het doel van de onderneming. En daartoe hadden we contact met de bestuurders. Maar we hadden ook contact met toezichthouders. Wij waren niet een club van directeuren. Dat beeld herken ik me totaal niet. Ja, het kan zijn dat ik denk dat de heer Van der Schaar bedoelde dat in het verdere verleden de koepelorganisaties, wat er toen nog waren, stonden voor het belang van de sector. Ja, en dat daarna meer de belangen van de leidinggevende van die woningcorporaties werden behartigd via Edes. Dat er een dergelijke omslag is geweest. Ik weet niet wat er bij hem op de achtergrond speelde. Wat ik, als u dat zo veronderstelt, dan kan ik daar wel wat over zeggen. Het klopt dat de rechtsvoorgangers van Edes, en vooral voor de bruteringsoperatie, voor het beleid van staatssecretaris Heerma, meer fungeerden als koepelorganisaties, of wat ook wel gezegd werd, landelijke centrales. Daar zit een soort top-down suggestie in. Ze waren ook, wat bestuurskundigen wel zeiden, intermediaire kaders. Het beleid van de overheid werd doorgegeven naar de achterban. Na de verzelfstandiging zeiden de leden tegen de toenmalige koepels: jullie moeten ons belang behartigen, de rechtspersonen, het belang van de rechtspersonen. Jullie moeten ons belang behartigen. En we hebben dat vrij breed, met een vrij breed draagvlak naar intensieve discussie. Had het niet het idee dat het behartigen van het belang samenviel met het belang van de directeur? Absoluut niet. Nou, helder antwoord. Mag ik u daar nog één voorbeeld voor geven, waaruit dat ook mag blijken? Als u het heel kort houdt, dan mag dat. Maar we hebben nog heel veel vragen, dus... Ik zal het heel kort houden. Ja. Daar waar dat belang tussen de persoon, directeur en het orgaan bestuur samen leek te vallen, heb ik dat meteen bespreekbaar gemaakt. En dat was bijvoorbeeld bij de CAO woningcorporaties het geval. Dat de directeuren onder de CAO vielen, maar vervolgens als werkgeverspartij over die CAO oordeelden. Daarom heb ik in de tijd, natuurlijk in overleg met de vakorganisaties, de directeuren buiten de CAO geplaatst. Juist om dat soort conflict of interesse te vermijden. Ja, ik zou dan zeggen, dan geef je een vrijbrief om
veel harder te stijgen dan de CAO. Maar laten we deze discussie niet voeren. Ik wil wel even terug naar het rapport van de commissie Noordanus. En daarin geven de geïnterviewden aan dat de branche al heel lang het negatieve imago van te veel geld, te weinig activiteit, te weinig activiteit en investeringen, te hoge en te hoge salarissen voor directeuren en bestuurders hebben. Dat de sector met dat imago kampt. Ook wordt gesteld, men had de afroming van de reserves al jaren kunnen zien aankomen, maar er is veel te defensief op gereageerd. De branche had moeten komen met een offer you can't refuse. En dan kom je dus inderdaad op het thema van too little, too late. Wat vindt u daarvan? Heeft de corporatie bij ons inderdaad die heffing, en dan hebben we het over de vogelenheffing, heeft die dat laten gebeuren? Nou, nee, ze hebben het niet laten gebeuren. Ze zijn daar actor in. Wij hebben op een gegeven moment, toen minister Dekker weg moest vanwege de Schipholbrand, werd zij opgevolgd door minister Winsemius. Minister Winsemius belde mij de dag dat hij benoemd werd en zei: voordat ik morgen naar Den Haag ga, wil ik koffie met je drinken. Hij woont in de buurt van Hilversum, waar wij toen kantoor hadden. Dus we hebben een kop koffie gedronken en hij heeft mij voorgehouden: ook al heb je gelijk, je krijgt het niet. Jullie worden ge-NS'd, zo noemde hij dat. Publieke opinie is er tegen, dus ook al rijden de treinen op tijd, helpt niet meer. Je zult moeten komen met een bod. Dat werd het antwoord aan de samenleving. We hebben bij de formulering van het antwoord aan de samenleving voortdurend in contact gestaan met minister Winsemius en de DG, mevrouw Beertram, waarbij minister Winsemius mij er ook van verzekerde dat hij weer een lijntje had met de lopende formatie. Dus wij waren werkelijk in de veronderstelling, toen we het antwoord aan de samenleving naar buiten brachten, na een heftig congres, dat we daarmee de gewenste stap hadden gezet. Toen de leden na dat congres naar huis reden en de radio aanzetten om 6:00, kregen ze over de radio de eerste helft van het regeerakkoord, wat uitgelekt was via RTL, te horen. En daar zat met name de woonparagraaf in. En die woonparagraaf stond haaks op het antwoord aan de samenleving. Ja, je kunt zich voorstellen dat er toen de nodige onrust, boosheid en allerlei andere emoties een rol gingen spelen. Ja, want in het regeerakkoord, daar stond in dat er geen geld ging naar de wijken, maar dat er een heffing moest komen. Nou, het woord heffing stond er niet in, maar er stond in de rekensommen ergens een getal weggestopt. Wat wij toch wel vrij snel ontdekten als dat is een getal waar geen dekking voor is. Dus wij konden wel verzinnen waar die dekking vandaan moest komen. Stond er niet met zoveel woorden in, maar dat kon je aanzien komen. Maar wat ook belangrijk was, het huurbeleid wat onderdeel was van ons antwoord aan de samenleving, dat zat er ook niet in. Eigenlijk was dat een kabinet, naar mijn idee een van de eerste kabinetten, waarop op een belangrijk dossier als de woningmarkt er een negatieve afspraak werd gemaakt in het coalitieakkoord. Er werd geen compromis gezocht, jij wil wat van dat, jij wil wat van dat, dan zoeken we naar een compromis. Het compromis was, VVD, kom jij niet aan de huurmarkt, komen wij niet aan jouw hypotheekrenteaftrek. En daarmee ging de woningmarkt definitief op slot. Ging het huurbeleid op inflatie volgend huurniveau. Ja, dat waren allemaal onderdelen in combinatie met de integrale vennootschapsbelasting, waarmee er een behoorlijke afstand ontstond tussen de politiek en de sector. Mm-hmm. Minister Van der Laan heeft daar later nog een brief over geschreven aan de Kamer. Uw antwoord is kortom dat het antwoord aan de samenleving was afgestemd met de politiek. En we hadden echt niet kunnen voorzien wat uit het regeerakkoord kwam, dat daar volslagen haaks op zou zijn, omdat de heer Winsemius zijn lijntjes had naar de formatietafel. Ja, zo. Dat was uw inschatting. Ja. Nog even verder over het rapport van de commissie Noordanus. Daarin staat ook dat u
Binnen de Bijlmers werd gehumd om uw inspirerend vermogen en uw overtuigingskracht. Maar, dat is een mooi compliment natuurlijk, maar het heeft ook een keerzijde. Want die overtuigingskracht wordt ook geregeld ervaren als een meer dan normale druk en het doorzetten van de eigen mening. Veel leden ervaren weinig ruimte om een tegengeluid te laten horen en dat is dan nog zachtjes uitgedrukt. Herkent u dit beeld? De helft. De helft? Ja, de eerste helft. Als het gaat om visie, inspiratie enzovoort, ja, herken ik. Als het gaat om daarin een stevige overtuigingskracht te berden brengen, ja, klopt ook. Zit ook overigens allemaal in het competentieprofiel van de branchevoorzitter. Als het erom gaat dat leden zich niet konden uiten, is dat, vond ik dat een beetje apart. Omdat er buitengewoon veel korte lijntjes met de vereniging waren. We hadden ook aparte relatiemanagers die goede contact hadden met al die leden. Die konden dat allemaal prima door trechteren als dat nodig was. Maar het allerbelangrijkste is, alle besluiten die genomen werden, dus als het ging om overtuigingskracht, zat daar een ledenraad van 27 zeer professionele corporatiebestuurders. Mm-hmm. Toch geloof toch niet werkelijk dat ik die in mijn zak had. Maar eerder zegt u dat de rapport Nordanus deugt. Nou, dit staat er ook in. Hoe kan dat dan? U legde mij daar straks een hele globale analyse van wat er in het rapport Nordanus staat voor. Dat klopt. Er zitten in het rapport Nordanus onderdelen waarin ik me niet herken. Er zit bijvoorbeeld ook een suggestie in voor een agenda voor de toekomst, die ik zeer goed herken. Dat was namelijk mijn agenda van 20 jaar. Dus toen dacht ik, apart dat er nu een externe commissie gaat adviseren om het op die manier te doen. Terwijl het blijkbaar met mijn overtuigingskracht anders werd ervaren. Is het rapport van de commissie Nordanus aanleiding geweest voor uw vertrek? Dat weet ik niet. Het valt in de tijd helemaal samen, ja. De ledenraad heeft er lang over vergaderd. Er was namelijk er was ook een raad van commissarissen bij Edes. Moet ik toch even twee stappen heel kort terugzetten. Het eerste is, op mijn initiatief werd de bestuursstructuur van Edes aangepast. Door naar een breder bestuur te gaan met een voorzitter die voor 4 jaar benoemd zou worden. Dat was daarvoor niet zo. Die statutenwijziging lag voor en daar lag dus tevens mijn benoeming, mijn herbenoeming voor, in de nieuwe structuur. Dat was een voordracht van de Raad van Commissarissen aan de ledenraad die daarover ging. De ledenraad heeft daar lang over vergaderd en de ledenraad heeft uiteindelijk die voordracht niet overgenomen. En het belangrijkste wat mij daarover is meegedeeld is dat de vereniging, de ledenraad, het tijd vond... voor een ander gezicht. En daarmee bedoelde ze niet alleen maar dat die snor weg moest, maar dat het tijd werd voor een ander persoon die in die nieuwe structuur. Op basis van het rapport Nordanus. Ja. Maar op basis van het van de bevindingen van het rapport Nordanus. Dat weet ik niet in welke mate dat een rol gespeeld heeft. Ook los van dat rapport was het misschien dat de conclusie wel geworden. Meneer Mulder, aanvullend. Ja. Ja, dank. Mijn collega Groot vroeg of de heffing, of de corporatie, de heffing, of de sector de heffing heeft laten gebeuren. Is het nou zo, is nou de politiek weggedreven van de sector of is de sector weggedreven van de politiek? Eigenlijk zegt u het eerste, hè? Nee, dan heb ik mij niet goed uitgedrukt. Natuurlijk is de sector weggedreven van de politiek. Als je dingen too little too late doet, dan moet je de andere kant niet verwijten dat ze ongeduldig zijn. Maar toch zei u net van ja, maar ik had lijntjes met de politiek en we zien het regeerakkoord en we zijn verrast. Dat straalt toch uit dat de politiek is weggedreven van de sector in plaats van andersom? Nee, maar het begint met de sector. Als de conclusie is too little too late, begint het bij de sector. Wat ik net betoogde, in de aanloop naar het antwoord aan de samenleving, meende ik op goede gronden voldoende aangetakt te zijn op de formatie
En leefden wij echt in de veronderstelling dat het antwoord aan de samenleving in het regeerakkoord positief bejegend zou worden en dat je in het regeerakkoord dingen zou herkennen van dat antwoord aan de samenleving en dat je met het volgende kabinet weer samen op pad kon. Ja. Dan ontstaat er natuurlijk ook van de andere kant wel een breuk als dat echt met gewoon niet serieus genomen wordt. Dus u leefde in de veronderstelling dat u was aangetakt bij de politiek, alleen dat bleek niet het geval. Dan is de vraag, was uw veronderstelling dat u goed was aangetakt, was die terecht? Blijkbaar niet. Dan de commissie Noordanus. Zitten daar elementen in waarvan u zegt, die onderschrijf ik wel? Het too little, too late onderschrijf ik. En de onrust in de vereniging herken ik volledig. Er zitten heel veel elementen in het rapport Noordanus als een situatieschets die ik herken. In de analyse zitten elementen waarvan ik denk van dat kun je op grond daarvan concluderen. Ik heb daar op onderdelen een ander beeld bij. En als het gaat om de agenda van de toekomst, vond ik dat apart, heb ik net gezegd. Dank. Mevrouw Hashi. Meneer Van Leeuwen, de commissie onderzoekt verschillende casussen uit de sector. Een aantal zijn er ook de revue gepasseerd de afgelopen weken. En Edes, en u als voorzitter van Edes, is ook betrokken bij een aantal van deze casussen. En daar heb ik een aantal vragen over. Allereerst de brief die u aan toenmalig minister Van der Laan stuurde over zijn voornemen om een toezichthouder richting Rochdale te sturen. Waarom schreef u die brief? De minister was voornemens een extern toezichthouder te benoemen in een situatie die naar mijn oordeel inmiddels voldoende genormaliseerd was. En dat speelde in de periode dat met minister Van der Laan een volgende stap in het concept van zelfregulering, verhouding tussen corporaties en overheid, genomen zou moeten worden. En minister Van der Laan de afspraak die daarover met zijn voorganger was gemaakt niet op zijn waarde leek te schatten. En welke afspraak bedoelt u dan? De afspraak die ik met minister Vogelaar had, het onderhandelaarsakkoord. Daarin zat de afspraak dat er een stuurgroep onder voorzitterschap van de heer Meijering de contouren zou schetsen voor het op orde brengen van de relatie tussen de sector en de overheid. Dus dat ging over toezicht, dat ging over zelfregulering, dat ging over het verbeteren van de sturing en het toezicht op de sector. U noemt drie argumenten waarom u die brief schreef. Het eerste argument waarvan u zegt, de situatie was voldoende genormaliseerd. U zegt dus eigenlijk dat de externe toezichthouder een overbodige stap zou zijn als de minister dat zou doen. Klopt dat? Dat klopt. Wat mij opvalt uit de brief is ook de manier waarop die geschreven is. U spreekt daarover, wat is het? Even kijken welke woorden u gebruikt. Beste Eberhard, ik zie ook de aantal keren de woorden u moet. Hoe moet ik dat zien? Wat zegt dit? Dat was niet de standaard formulering voor brieven die ik aan minister schreef. Vandaar ook mijn vraag. In een uitzonderlijke situatie deed ik dat. Als ik het idee had dat dat er dingen gebeurden in een lopend dossier, een lopend gesprek over iets wat veel belangrijker was, maar waarbij er dan af en toe iets langskomt waar wel actie op genomen moet worden door de branchevereniging, maar waarbij je het niet op de spits wil drijven. En toen heb ik er in die situatie voor gekozen om inderdaad als persoon Willem van Leeuwen aan Eberhard te schrijven van, we zitten in dat gesprek over het nieuwe stelsel. Waarom ga je nu een beetje haaks op dat nieuwe stelsel op dit moment een extern toezichthouder benoemen, terwijl er een interim bestuurder is benoemd, terwijl er een externe commissie is, terwijl er onderzoek wordt gedaan, terwijl de boel wordt schoongeveegd. Dus wat gaat die externe toezichthouder dan nog doen? Welk punt wil je maken? Ja, maar voor mij is het niet helder waarom u niet de aanhef minister gebruikt en waarom u de aanhef Eberhard gebruikt. Dan heb ik me net onvoldoende helder uitgedrukt.
Ik koos er in hele bijzondere situaties voor om te voorkomen dat een brief een eigen betekenis zou krijgen in een veel groter dossier. En dat de minister daarmee als minister het gevoel had dat de boel op de spits gedreven zou worden. Okay. Wat was de reactie van minister Van der Laan op die brief? Hij heeft een extern toezichthouder benoemd. Maar heeft u nog een reactie gekregen op uw brief? Want u heeft hem aan hem gericht. Nee. Helemaal niets? Nee. Wat vond u daarvan? Nou ja, ik vond dat niet een heel... Het feit dat de minister de externe toezichthouder had benoemd was een antwoord. Dus ik zat niet te wachten op nog een brief. Het tweede argument wat u aanhaalt waarom u die brief schreef, dat was zelfregulering. Ik lees dat ook in de brief en ik citeer de zin, de lijn die zich ontwikkeld heeft, dat het in strijd is met die lijn. Daar doelt u dus op die zelfregulering, klopt dat? En het hele concrete... Die afspraak waar u het over had. Dan doel ik ja, ook op die afspraak, maar ook op het handelen in de casus Rochdale. Dat er inmiddels, daar heb ik mij persoonlijk door het hele weekend heen hard voor gemaakt, een interim bestuurder. Een commissie van drie die het externe onderzoek zou gaan begeleiden enzovoorts. Dus ik had het idee dat we daarin onze verantwoordelijkheid hadden genomen, ook in lijn met het idee hoe zelfregulering zou kunnen werken. Ja. Maar hoe kan een externe toezichthouder dat dan doorkruisen? Want ik begrijp uit uw bewoordingen dat dat onwenselijk is. Nou, niet doorkruisen. Alleen je maakt op dat moment als... Natuurlijk, dat doorkruist het niet. Tegendeel, natuurlijk zit zo'n externe toezichthouder de verdere positieve ontwikkeling van Rochdale niet in de weg. Het zou wat zijn. Maar het was niet nodig. En als je dan toch zo'n vrij zware actie neemt als minister, ja, dan druk je iets uit. Dan wil je blijkbaar een statement maken wat ik nogal zwaar vond. En wat ik ook ervaarde als niet passend in de lopende gesprekken over de inrichting van het stelsel. Ja, want dat zou dan weer ook uw statement doorkruisen, namelijk het statement van zelfregulering. Klopt. Dat klopt. De interimbestuurder, de heer Erends, die sprak u aan en die zei tegen u wat betreft die brief die u stuurde, en ik citeer zijn woorden, dat hij het flauwekul vond. En klopt het dat u boos reageerde? Daar kan ik mij in ieder geval niets van herinneren. Ik heb zijn verhoor gezien, hij vond het slappe hap. Ik heb het niet over het verhoor, ik heb het over het moment dat u die brief stuurt en dat de heer Erends destijds dus tegen u zegt, die brief is flauwekul en dat u toen boos werd. Daar kunt u zich niets van herinneren? Nee, dat kan ik mij niet herinneren. Ik onthoud altijd wel wanneer ik boos word, maar u kennelijk niet. Nou ja, je bent soms functioneel boos en dat ben je 's avonds weer vergeten, dat is maar goed ook. Oké. De argumenten van de heer Erends, die kwamen ook aan bod tijdens het verhoor. En die gaf ook aan dat hij die brief zag als mosterd na de maaltijd. En waarom Edes die brief niet een half jaar eerder heeft gestuurd. Wat is uw reactie daarop? We hebben het intussen over een brief die ik aan de Raad van Commissarissen heb gestuurd. Die Raad van Commissarissen die heeft op enig moment mij te hulp geroepen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen die heeft mij gebeld. En gezegd, ik wil met spoed met je overleggen met een aantal collega's. Heb ik gevraagd, wat is spoed? Zei hij vandaag. Heb ik ruimte in mijn agenda gemaakt. En ik heb met een delegatie van de raad gesproken. En ze hebben mij verteld wat voor problemen er inmiddels boven tafel gekomen waren. En misschien nog wel meer zouden komen. Rondom het functioneren van de heer Mullenkamp en Rochdale. De uitkomst van dat gesprek was drie dingen. Ten eerste heb ik ze voorgehouden. Jullie voornemen om de heer Mullenkamp te schorsen lijkt me goed, moet je nu meteen doen. Twee, je moet een interim bestuurder benoemen. En ik heb ter plekke de heer Erends gebeld met de vraag of hij beschikbaar was. Dat was hij. Dus dat is ongeveer op dat moment ook rondgekomen. Ja, natuurlijk is het later allemaal officieel benoemd enzovoorts. Maar daar lag de basis. En het derde was... Er moet een extern onderzoek plaatsvinden naar de situatie bij Rochdale. Maar jullie zijn niet de partij die daarin geloofwaardig opdrachtgever kan zijn. Meneer Van Leeuwen, ik wilde niet onderbreken. Maar mijn vraag was om te reageren op de opmerking van de heer Erends. Namelijk dat uw brief mosterd naar de maaltijd was. Daar ben ik mee bezig.
Omdat juist dat derde punt, toen ik ze gezegd heb, jullie kunnen daarin niet geloofwaardig de rol van opdrachtgever vervullen. Je zult daar een monitoringscommissie voor moeten benoemen. Die heb ik in het weekend geformeerd. Maar zij moesten nog een aantal besluiten nemen en daarna heb ik ze wel degelijk laten weten, overigens ook al in dat gesprek, dat ik vond dat het hoog tijd werd dat ze zouden opstappen, omdat niemand nog enig betekenis zou kunnen hechten aan hun toezichthoudende rol. Als je 27 jaar voorzitter bent, waarvan 25 jaar daaromtrent op de heer Mullenkamp, wie denkt dan nog dat daar serieus toezicht plaatsvindt? Dus jullie moeten opstappen. Nou, dat gebeurde wat mij betreft te traag. En toen ik merkte dat er binnen het ministerie overwogen werd om een extern toezichthouder aan te stellen, heb ik daar nog een keer druk op gezet, telefonisch. En toen het allemaal niet hielp, heb ik een brief gestuurd. Het kan voor de raad geen verrassing geweest zijn wat mijn standpunt was. Die brief had ik eerder kunnen sturen. En het derde argument, in ieder geval de derde reactie van de heer Erens was, dat, en u haalde hem zelf aan, dat u eiste dat heel de Raad van Commissarissen zou opstappen. Hij verklaarde hier in het verhoor dat dat gewoon het kind met het badwater weggooien was. Heeft u daar nog een reactie op? Daar verschillen wij van mening. Okay. Heeft u vaker dit soort acties ondernomen als het gaat om incidenten bij corporaties? Ja. Kunt u een voorbeeld noemen? Maar dan zit het in andersoortige incidenten dan bij u langskomen. Dan gaat het over conflicten binnen de top van een organisatie. Waarbij op een gegeven moment er geen andere uitweg is dat er iemand moet wijken. En in zo'n situatie heb ik of wel eens een raad van commissarissen gesteund in het ontslaan van een bestuurder. En omgekeerd heb ik wel eens een raad van commissarissen geconstateerd dat een raad van commissarissen niet deugde voor zijn vak, zal ik maar zeggen. En dat het hoog tijd werd dat daar een verandering in plaatsvond. Kunt u een naam van een corporatie noemen waar dit dus speelde? Alleen een naam? In het eerste geval was dat bijvoorbeeld bij Den Bosch, waar overigens ook wel weer een incident was wat met fraude te maken had. Maar waarvan we, er was nog een drielagen model, een beleidsbepalend bestuur, een raad van commissarissen. Ik hoef alleen een naam van een corporatie, meneer Van Leeuwen. Sorry. U gaf aan Den Bosch de naam van de corporatie? Toenmalig SWH, tegenwoordig Zayas. Was er sprake van een cultuur van aanspreken, elkaar aanspreken op misstanden? Te weinig. Dan kunt u raden wat mijn vervolgvraag is. Waarom? Toelichten. Ja, ik denk dat ik heb dat wel. Als leden mij aanspraken, ik heb gehoord dit of dat, dat er ergens iets niet deugt. Of ik stoor me aan het salaris van Piet. Dan was ongeveer mijn standaardreactie, heb je hem dat gezegd? En als dat het geval was en niet hielp, je weet het adres van de Edes Codecommissie, onder voorzitterschap van Jan Terlouw. Dien dan een klacht in. Ik ben geen toezichthouder. Ik ben geen politieagent van die sector. Ik ben lobbyist, belangenbehartiger. Maar ik organiseer wel een infrastructuur waarin je elkaar tot de orde kan roepen. Moet je dat ook doen? Nou, dat is weinig gebeurd. En de verklaring waarom het te weinig is gebeurd, dat heb ik nog niet gehoord in uw antwoord. Ik denk dat misschien heb ik daar te hoog gespannen verwachtingen van gehad. Dat zoiets binnen een vereniging waar je elkaar altijd weer tegenkomt moeilijker is dan wanneer iemand van buiten dat doet. Okay. Meneer Van Leeuwen, we hebben het vanochtend gehad met de heer Gezelberg over Servatius, de corporatie waar hij destijds bestuurder van was. En die ging ook bouwen in Luik. Wat vond u van het idee? Ja, dat was wel. U ziet dat ik er enig plezier bij heb. Maar dat komt omdat soms gebeuren er dingen, dan gebeuren er dingen die je zelf nog niet had verzonnen. En dat prikkelt dan altijd. Dus in die zin vond ik het spannend. Steunde u ook dit initiatief? Wij hebben ons er natuurlijk eerst helemaal in verdiept van waarom doet hij dat? Heeft hij daar lokaal en regionaal steun voor? Wat zijn de argumenten daarbij? Kortom, ons een eigen idee, een beeld gevormd van zijn we hier nog steeds bezig met het belang van de volkshuisvesting?
En toen het antwoord daarop ja bleek, en niet alleen van de gemeente Maastricht en de provincie, maar ook van de minister en anderen. Omdat er in die tijd, we hebben het over korte tijd na de invoering van de euro, er langs de grenzen met groot enthousiasme over euregio's gesproken werd. Ja. En Maastricht liep daarin wel voorop. De as naar Luik, ja, dat gebied is één gebied. Ja, u steunde dat. Maar wat gebeurde er met de steun van Edes toen het ministerie Servatius vroeg om te stoppen met deze activiteit? Wij hebben lang geprobeerd een bemiddelende rol te spelen tussen het ministerie en Servatius. Om de volgende reden. Wij hebben zelf ook onderzoek gedaan en ook laten doen naar de juridische aspecten van die casus. En naar ons idee en de adviezen die we daarvoor kregen, maakte Servatius grote kans dat wanneer ze door zouden procederen, en ik schatte in dat Verzeelberg dat zou doen, dat ze daarin gelijk zouden krijgen. Dat zou betekenen dat er geen grenzen meer zijn aan het volkshuisvestelijk bestemde vermogen in Nederland. Daar maakte ik mij grote zorgen over. Kortom, u zag er belang in om Servatius in het traject, juridisch traject, te steunen om hier duidelijkheid over te krijgen. Klopt. Nee, dat hebben wij ook niet gedaan. Wij hebben geconstateerd dat het ministerie het niet wilde en dat het ministerie op een gegeven moment ook op, vergeef me de woorden, op ramkoers ging liggen. Mm-hmm. En voor ons was de uitkomst helder. Servatius strikt aan het langste eind, de grens is weg, het volkshuisvestelijk bestemd vermogen kan heel Europa in. Dat willen wij niet. Dus wij hebben een en andermaal geprobeerd de minister zover te krijgen om voor afgeperkte euregio-gebieden, laten we gewoon even een grens trekken en laten we euregio-gebieden benoemen en laten we ervoor zorgen dat dan corporaties binnen zo'n euregio aan de gang mogen, maar dan hebben we vervolgens wel helder dat het niet verder mag. Wij maakten ons zorgen dat Nederlands maatschappelijk bestemd vermogen door heel Europa weg zou kunnen vloeien. Ja, maar mijn vraag is in hoeverre directeur Verzeilberg zich gesteund voelde door Edes om dat juridische traject, rampkoers, welke woorden u er ook daarvoor kiest, om dat in te gaan. Heeft u hem daarin gesteund, ja of nee? Wij hebben hem daar hooguit moreel in gesteund. Het is goed dat er helderheid komt, maar wij wilden die procedure eigenlijk helemaal niet. Oké, dat is helder. Dat is helder. Een ander project bij Servatius, wat ze twee aanwijzingen heeft opgeleverd van de minister, is het campusproject. Met name dat commerciële deel werd als buitenproportioneel gezien. Vond u dat campusproject een passende ambitie voor een woningcorporatie? Ik heb me daar toen niet mee bezig gehouden. Ik heb daar ook geen, voor zover ik weet, geen opvattingen over gehad. Er is me ook geen mening over gevraagd. Maar u weet nu wel wat voor project dat is. Als u dat had geweten in de tijd dat u directeur was, wat vindt u van het project? Vindt u het passen bij een woningcorporatie? Ik heb er nog een splinter van gezien vanmorgen voordat ik de trein moest halen. De verhouding 160 vind ik nogal uit balans. Dat wil niet zeggen dat het niet kan, maar dan moet je voor die 60 toch wel echt massieve steun hebben. En als die er dan niet is, dan weet ik niet of je nog verstandig bezig bent. Maar er speelt een tweede ding. Voor zover ik goed geïnformeerd ben, was aanvankelijk er veel steun, lokaal, regionaal, van zowel de universiteit als van de gemeente. Maar is het blijkbaar zo slecht geregeld dat toen het spannend werd, die steun maar zo weg kon vallen. En dan sta je ineens in je uppie-asservaties. U heeft ook gehoord dat er een hele bekende architect in de arm is genomen, ook een peperdure architect. Heeft u daar nog een mening over? Nee, waarom zou ik mij daar een mening over moeten aanmatigen? Ik ben ontzettend trots op de kwaliteit van de Nederlandse volkshuisvesting. En dat is mede te danken aan het feit dat er af en toe corporatiedirecteuren een gerenommeerd architect inschakelen. Maar er zijn er heel veel. En Calatrava is wel top of the bill in dubbel opzicht. Antwoord is genoeg.
Het derde punt van servatie, wat ook aan bod kwam vanochtend, is dat doorzakconstructie. Het is volgens mij intussen wel helder wat dat is. Klopt het dat u vanuit Edes coöperatie stimuleerde eind 2007 om ook voor zo'n constructie te kiezen van het doorzakken? Dan moeten we even terug naar de invoering van de integrale vennootschapsbelasting. Nou, ik zou het toch willen houden bij de vraag die ik gesteld heb. Die is redelijk feitelijk. Laat het woordje redelijk maar weg. Heeft u eind 2007 aangespoord richting corporaties om ook door te zakken? Nee. Dus wat wij in het verhoor hebben gehoord van de heer Verzeilberg, namelijk dat Edes daarin wel stimulerend opereerde, dat klopt niet? Nee. Okay. Hij gebruikte zelfs de woorden, de heer Verzeilberg, tijdens zijn verhoor, dat Edes dit razend interessant vond. Dat herkent u ook niet? Dat herken ik zeker. Ah. Ja. Dus je stimuleerde het niet, nee. Maar je vond het razend interessant. En hoe moet ik die laatste woorden dan plaatsen? Omdat wij op zoek waren, in opdracht van het congres, om te kijken op welke wijze we de schade van de plotsklaps ingevoerde integrale vennootschapsbelasting konden beperken. Fiscale optimalisatie heet dat in het jargon. Daarover heb ik toen overleg gehad met toenmalig staatssecretaris van Financiën. Die dat ook volledig begreep dat we daarmee bezig waren. Die ook kennis had van de constructies die daarbij gebruikt zouden kunnen worden. Namelijk een financiële beleggingsinstelling die door commerciële beleggers werd gebruikt met goedvinden van de fiscus. En we hebben verkend of wij eenzelfde constructie zouden kunnen toepassen. Waarom? Omdat de uitkomst van de integrale vennootschapsbelasting, zoals die werd ingevoerd, ertoe leidde dat corporaties met een maatschappelijke doelstelling onderaan de streep meer belasting zouden gaan betalen dan commerciële beleggers. Maar u zag het dus als een interessant alternatief om te verkennen, maar u stimuleerde de corporaties dus niet. Wij hebben vervolgens, ja, ik moet daar toch iets meer over zeggen, anders dan met een ja, nee, schieten we niks op, want dan wordt het een nee, terwijl het natuurlijk genuanceerder ligt. Nou ja, maar er liggen wel meerdere vragen die we graag beantwoord willen zien. Ik heb het niet we doen natuurlijk meer dan alleen deze openbare verhoren. Wat ik gestimuleerd heb, is dat de leden goed zouden nadenken over de door ons aangereikte kennis van externe adviseurs, of ze op die manier tot fiscale optimalisatie over zouden gaan. Wij hebben daarin geen standpunt ingenomen, dit moet je doen of dit stimuleren wij. Wat wij gestimuleerd hebben is, denk als onderneming na over deze totaal nieuwe situatie, voor ons ook nieuw. Mm-hmm. De klok tikt, dit is wat wij gehoord hebben van onze adviseurs. Denk na over zo'n doorzakconstructie. Later, dan staan overal de kerstbomen al, heeft de minister van Volkshuisvesting gezegd, die doorzakconstructie mag niet volgens het BBSA. Daarvan hebben wij toen gezegd, wij vinden de argumenten niet overtuigend. Dus daar willen we nog wel eens een robbertje over vechten. En toen hebben we tegen de leden gezegd, let op, dit is standpunt van de minister. Kan goed zijn dat de minister het bij het rechte eind heeft. Dus als je nu nog steeds van die doorzakconstructie gebruik gaat maken, neem daar dan de ontbindende voorwaarden in op. Dat als de minister gelijk heeft, dat je het hele handeltje zo kan terugdraaien. De heer Verzeilberg haalde in zijn verhoor ook aan dat de aanwijzingen die hij kreeg, dat hij daar een lijstje omheen deed en dat hij ze ophing en dat hij het ook zag als een soort blijk van zijn maatschappelijk ondernemerschap. Deelt u zijn mening? Nee. Bizar. Bizar. Ja, ik vind dat je je kunt van mening verschillen of een aanwijzing terecht is of niet. Maar we hebben het hier wel over een aanwijzing van de overheid. Ja, zo acteer je niet. Ja, helder. Collega. Meneer Van Leeuwen, u zei, Edes is geen toezichthouder. Tegelijkertijd zien we in een casus als Rochdale dat u minister Van der Laan een brief stuurt, omdat u vindt dat iets niet moet gebeuren. Een brief aan de Raad van Commissarissen stuurt waarin u zegt, nou, beter dat jullie weggaan. En u zegt ook net, ik heb ook nog een monitoringscommissie ingesteld. Hoe moeten wij dat dan duiden? Collectieve belangenwaardiging. Wij hadden erg veel last, zeker in die periode dat je met een nieuw stelsel bezig bent, dat er dit soort schokkende incidenten langskomen. Dus is de kwestie van damage control
in het kader van de collectieve belangenbehartiging. Oké, maar geen toezicht op de individuele woningcorporatie? Nee, dat zou een hele rare figuur zijn, omdat... Nee, het is ook een rare figuur, okay. Maar het zou kunnen. Nee. Maar u zegt het is... Die ambitie hebben we nooit gehad. Nee. Even nog naar die raad van toezicht, want u gaf een heel mooi voorbeeld. Dat u zei, nou, langzittende lid zat er 27 jaar, waarin die 25 jaar toezicht hield op de heer Mullenkamp. En ja, wat houdt dat toezicht dan nog in? Hè? Dus dat is denk ik ook wel een hele duidelijke voor iedereen. Maar in die raad van commissarissen zaten ook een aantal nieuwelingen. Toezichthouders, nieuwe stel, zullen we het maar noemen. Bijvoorbeeld mevrouw Hoenderdos, die is hier ook geweest. Waarom moesten die nou weg? Mevrouw Hoenderdos zat er ook al even. En op een gegeven moment is de schade aan het collectief zo groot. En is er intussen voldoende vernieuwing in interim bestuur en de monitoringcommissie. Dat ik toen de afweging heb gemaakt, er moet gewoon een hele nieuwe raad in. Ja, kan. Dat waren mijn vragen. Dank u wel. Meneer Groot, u vervolgt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, over de vennootschapsbelasting. We hebben als commissie in ieder geval kunnen vaststellen dat het optimaliseren van de belasting, dat in ieder geval buitengewoon goed is gelukt. Maar dit terzijde. Ik zou met u willen gaan naar de relatie tussen de wetgeving en het optreden van Edes. U maakt, en dan zou ik u met u willen nemen naar 2003. Dan maakt u kennis met de nieuwe minister, dat is mevrouw Dekker. En de directeur-generaal, dat is dan mevrouw Bertelm, die schrijft op 8 juli 2003 aan haar minister. Edes heeft in de tijd van Paars, het is net na de twee Paarse kabinetten, moeite gehad politieke steun te vinden rond het Binnenhof. Sinds het kabinet Balkenende 1 met de rol van het CDA is Edes zich met nieuw elan gaan richten op steun in de Tweede Kamer. Het benadrukken van de rol van corporaties als maatschappelijk middenveld hoort hierbij. Onderschrijft u die constatering? Het tweede gedeelte zeker, maar ook onder Paars hadden wij bijzonder goede betrekkingen. Ik heb regelmatig overleg gehad in die tijd met Pieter-Jan Biesheuvel, Adrie Duivenstein, Machtert Versnel, Ineke van Gent. Zeer frequent. Het is de waarneming van mevrouw Bertelm dat u bij het CDA een betere ingang heeft dan zeg maar bij paarse partijen, maar dat onderschrijft u dus niet. Nee, maar dan stelt u de vraag anders. Ja, natuurlijk heb je als maatschappelijk middenveld bij het CDA een meer natuurlijke ingang dan bij andere partijen. Het klassieke schema is staat, markt, middenveld. Ja, dan is wel bekend, vertel ik niks nieuws, dat het CDA toch iets meer aan de kant van het middenveld zit. Maar ik had geen problemen in mijn verstandhouding met Paars. Mag ik u één voorbeeld geven? Een hartstikke belangrijk voorbeeld. Ik heb mij door mijn Als hele het heel kort kan, een voorbeeld geven. Want we hebben nog heel veel vragen. Ik doe mijn best. Ja. Maar dat geeft toch een goed beeld, denk ik. Door mijn hele loopbaan heb ik mij hard gemaakt voor het beschermen van het maatschappelijk bestemd vermogen. En dat vermogen is ook niet van de individuele bestuurder of de individuele onderneming. Daar kan je ook een collectieve aanspraak op doen. Dat staat nergens in de wet. Totdat ik, toen er de eerste gesprekken ontstonden in de politiek over de rijkdom van de corporaties en doen ze er wel de goede dingen mee, heb ik mevrouw Versnel de tekst voor artikel 21 lid 2 BBSH, zoals het vandaag nog steeds luidt, aangereikt. Namelijk, corporaties moeten presteren naar vermogen. Dat vind ik nog steeds. Maar dat zijn van die resultaten uit mijn contacten met Paars, waarin belangrijke stappen zijn gezet, ja. Ook weer in het kader van zelfregulering. Ja, dank u. Mevrouw Versnel was lid van D66. Ja. Hoe zag u uw positie ten opzichte van de minister? Zag u dat als een onderhandelingspositie of als gesprekspartner? Ik zie het verschil niet zo. Er is altijd formeel bestuurlijk overleg tussen de branchevoorzitter en de minister. Bij iedere nieuwe bewindspersoon probeerde ik zo snel mogelijk, liefst op dag 1, aan de koffie te zitten. En stelde ik standaard de vraag, wat wil je gerealiseerd hebben aan het einde van je termijn?
dan wist ik waar de minister op ging sturen. En dan kon ik ook mijn achterban daarover informeren. En konden wij ook kijken van, nou, dat gaat betekenen in de prioriteitsstelling. Ik gaf er straks vrij schematisch meer bouwen, meer verkopen, meer wijken. Dan weten we een beetje waar we aan toe zijn. En waar we op kunnen gaan koersen, los van onze eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast heb ik natuurlijk ook heel veel gesprekken gevoerd waarin je ontwikkelingen met elkaar analyseert, zorgen deelt. De verstandhouding met de bewindspersonen is altijd goed. Oké. Minister Dekker, die komt aan het oor en die ziet het effectief inzetten van het corporatievermogen als haar verantwoordelijkheid. En ze schrijft dan in een brief 16 juni 2005 aan de Kamer. Ik zal daartoe de vereiste instrumenten ontwikkelen en toepassen. Hierop reageert u per brief op 16 juni 2005 aan de directeur-generaal Wonen. En dan zegt u, dit moet toch berusten op een misverstand. Het is toch niet de verantwoordelijkheid van de minister om instrumenten te ontwikkelen. Dat is een verantwoordelijkheid voor het intern toezicht. Bent u van mening dat het doelmatig inzetten van het corporatievermogen, dat dat niet tot de verantwoordelijkheid behoort van de minister? Het meest korte antwoord is ja. En mag ik vragen waarom u die bewuste brief stuurde naar de directeur-generaal, naar mevrouw Bert, maar niet naar de minister zelf? Dat is ook weer zo'n voorbeeld om eerst eens even met elkaar uit te kruisen. Wat zijn de achterliggende argumenten? Wat kunnen wij nog doen om hierin enigszins zo te acteren dat de minister daarin nog een nuance kan aanbrengen of een wending kan nemen? Niet meteen hoog van de toren blazen, is niet mijn stijl. Het was niet omdat u dacht, van, nou, ik heb misschien niet via mevrouw Bert Elm meer invloed dan als ik het rechtstreeks naar de minister stuur. Nee hoor. Het is heel gebruikelijk om bij dit soort situaties zeker niet de ambtelijke top over te slaan. Uw brief heeft wel een resultaat, want inderdaad die conceptbrief van de Kamer die wordt ingrijpend aangepast en het primaat van het interne toezicht, de eigen verantwoordelijkheid van de woningcorporaties, die wordt vervolgens sterker benadrukt in die brief. Dus in die zin was uw brief wel heel effectief. Hebt u dat ook zo ervaren? Ja. En dat is gewoon goed werk. Ja, daar zit je voor als branchevoorzitter. Ja. We gaan naar een andere casus. En dan haal ik opnieuw de heer Van der Schaar aan op de eerste dag van dit verhoor. En hij herinnerde zich een uitspraak van u dat het besluitbeheer sociale huurwoningen, dat wel op één A4'tje zou kunnen. Hey, ik begrijp het, dat is wat u bedoelt met de contourmal van de wetgeving, dat in één A4'tje kan. Dat klopt. En natuurlijk dat dan, is dat een metafoor en dat is een eigen leven gaan leiden. Dat heb ik ook niet uit de lucht gehaald. Ik vond het een mooie metafoor. Dus dat die gedurende de jaren steeds maar weer oppopte, vond ik prima. Het drukte uit dat je als overheid, als je het belang van de volkshuisvesting niet zelf definieert. En er zijn goede redenen voor. Dat hebben als geen volgende ministers iedere keer aan de Kamer uitgelegd. En daar heeft de Kamer dus ook genoegen meegenomen. Minister Remkes heeft nog met zoveel woorden geschreven. Er is niet een ideaal typische omschrijving van het belang van de volkshuisvesting. En dat ga ik ook niet maken. Nou, klaar. De Kamer vindt dat goed. Nota mensen wensen wonen of een brief over activiteiten. Dus dan moet je ook niet je intensief met allerlei detailaspecten van de bedrijfsvoering gaan bemoeien. Want met welke reden doe je dat dan? Dat heeft geen eind. En ik was er dus, en dat werkt ook niet. En het zijn ook niet de vereiste checks en balance. Door uw verhoren heen is voor mij de rode draad een ontzettend tekort aan checks en balances. Wat mij voor ogen stond bij dat A4'tje was een aantal keiharde systeemeisen, waar vervolgens effectieve middelen aan hangen
die tot checks en balance leiden. Maar als het bijvoorbeeld gaat om het afperken van nevenactiviteit, u zegt ja, als het maar lokaal gedragen wordt, dat moet lokaal invulling krijgen. Maar ja, lokaal vind je toch natuurlijk altijd heel veel overeenstemming als het gaat om een dikke portemonnee bij de woningcorporaties. Dan zijn lokale partijen natuurlijk heel snel eens dat daar iets goeds gebeurt. Daarom was ik er ook altijd voorstander van dat de minister wel beschreef wat het terrein van de volkshuisvesting was. Dus waar is het hek? Maar binnen dat terrein zijn het inderdaad lokale partijen, is de lokale gemeenschap, die het belang van de volkshuisvesting handen en voeten moet geven. De minister kan toch niet beslissen of er een renovatie in Tietje Extra Deel moet plaatsvinden? Of dat er iemand in echt uitgezet moet worden. Mm-hmm. Oké, we gaan naar een volgende geval. In ons onderzoek kijken we naar de verschillende momenten waarop bewindslieden wet en regelgeving willen ontwikkelen. En wat ons dan opvalt, ja, is dat het dan nog wel eens wil schorten aan de medewerking van Edes daarbij. Rond 2000 en dan is staatssecretaris Remkes zit aan het roer en die is bezig met zijn nota mensen wensen wonen. En Remkes die wil toch wat meer sturing, decentrale prestatiesturing aanbrengen voor de volkshuisvesting. En u hebt het dan over een veel te vergaande rijksbemoeienis. Kunt u dat toelichten? In zijn algemeenheid hinkte de nota mensen wensen wonen eigenlijk op twee gedachten. In die zin was het wel een erg paarse nota. De ene bladzijde ging over de markt en de andere bladzijde ging over zware overheidssturing. Als het ging om die zware overheidssturing vond ik dat het inderdaad doorschoot. En het bureaucratiseerde ook enorm. Er moesten regionale woningplannen komen, er moesten regionale akkoorden gesloten worden. Met partijen waar de corporatie niet aan tafel zaten en die zouden dan ongeveer gaan bepalen wat de lokale corporatie moest gaan bouwen. Ja, dat gaat niet werken. Dus daar was ik tegen. Omdat het niet gaat werken. Ik ben niet tegen rijksregelgeving, maar ik ben tegen onzinregelgeving. We zullen daar de heer Emmekes nog op bevragen in hoeverre die nota, hoe ver die sturing ging. U hebt achteraf gezegd van u was blij dat die woonwet uiteindelijk niet werd ingediend. Vindt u dat nog steeds? Ja. Dan naar 2002. Dan zijn er problemen bij Woonzorg Nederland. Die hebben geld verloren met beleggingen. En dan zegt u dat u tegen een verbod op beleggingen door woningcorporaties bent. Klopt dat u dat destijds ook zo hebt uitgesproken? Dat zou maar zo kunnen. Kijk, een algemeen verbod op beleggen is ook een, onzinverbod. Als je na de brutering, heb je twee soorten corporaties. Corporaties die in één klap een enorme zak geld krijgen, de netto contante waarde van alle toekomstige subsidies. Met name met jong bezit. Mm-hmm. Een enorme bak met geld. En anderen die moesten als een gek zien dat ze hun financiering op orde kregen. De corporaties met veel geld, die moesten dat verstandig beleggen. Verstandig beleggen. Geen avonturen. Maar we hebben het hier wel over pensioenfonds beleggen. We hebben het hier wel over aandelenbeleggingen. En dan wordt een woningcorporatie een soort beleggingsinstelling. Ja, maar moeten kunnen, vindt u? Daar had ik ook mijn twijfels bij. Ik vind dat een corporatie zijn geld risicomijdend moet beleggen. Dus dan zit je ongeveer op het niveau. Je hebt geloof ik 6 risicofactoren. Nou, 1 en 2. En dan houdt het wel ongeveer op. Maar dat zou dus moeten kunnen. Gewoon flinke aandelenbeleggingen bij woningcorporaties. Nee, daar zitten dus geen aandelenpakketten in. Maar dat zou wel in kunnen zitten bij een heel solide fonds met zeer risicomijdende aandelen van alleen dubbel of triple E gereten ondernemingen. Voor hooguit 30% en dan 70% staatsobligaties. Zo'n soort fondsje, dat zou verstandig kunnen zijn. Maar bij Woonzorg Nederland ging het wel degelijk om echt aandelenbeleggingen. Ja, en daar was ik ook niet voor. Alleen, dan krijg je de regelreflex. Corporaties mogen niet beleggen. Ja, en dan vind ik als branchevoorzitter het mijn rol om te zeggen, jongens, ho, voordat je nu weer in je regelreflex schiet en het kind met het badwater weggooit. Mm-hmm.
Laten we dan met elkaar even vaststellen waar, welke risico's er wel en niet gelopen mogen worden. Dat geld is er. We gaan het toch niet onder onze matras leggen, hoop ik. Ja. Dan gaan we even naar 2005. Dan begint de discussie over topinkomens begint op te spelen. En dan is de discussie over een wettelijke publicatieplicht van die topinkomens. Daar was u tegen. Ja, ook daar gaat weer iets aan vooraf. We hadden eerder al binnen de vereniging besloten dat de salarissen openbaar gemaakt moesten worden. Maar wat is er dan tegen een wettelijke publicatieplicht? Niks als dat zo'n systeemeis is. Wel als de verantwoordelijkheid weer wordt overgenomen. Die begrijp ik niet, want als je al afspreekt dat die inkomens openbaar worden gemaakt, is het toch alleen maar gemakkelijk dat dan de wetgever zegt, nou ja, dat die dat bekrachtigt. Ik had het liefst en dat dan iedereen eraan gebonden is, ja. En dat dan sommigen zich daaraan kunnen onttrekken. Ja, dat is toch precies wat u bedoelt met uw kont-emmal? Absoluut. Nee. Bent u tegen zo'n wettelijke publicatieplicht? Ja, ik ben het helemaal met u eens qua doelstelling. Daar stond Edes ook voor. De regeling die in mijn perceptie getroffen had moeten worden was, corporaties, gij zult u houden aan uw eigen afspraken. Namelijk, er is een adviesregeling die is overgenomen door Edes. En ik denk dat het toen ook al in de code stond dat je je salaris moest publiceren. Dus handhaven. Dan hoef je niet erop en erover te gaan met je wetgeving. Dan hoef je alleen maar die wetgeving een juridische basis te geven, zodat je hem kunt gaan handhaven. Daar zat het nuanceverschil. Ga je het nou toch weer zelf doen? Of zorg je dat datgene wat gemaakt is, de contramal krijgt van handhaven? Maar als je dit soort maatschappelijke discussies in de kiem wil smoren, want ook toen liep die discussie al hoog op, dan ben je toch met een wettelijke publicatieplicht in één keer klaar. En nogmaals, dat past toch helemaal in uw gedachten van die kont-emmal? U zegt net iets heel belangrijks. In de maatschappelijke discussie die toen speelde enzovoort, zou ik op dat onderdeel dezelfde reactie nu weer gegeven hebben? Ik denk het niet. Dan ben je toch, ik denk dat ik in zo'n situatie dan net te strak op het conceptuele kader zat. Mm-hmm. En het op zijn juridische merites beoordeelde, dan bewijs ik onszelf en de vereniging een dienst om daar nu op te stipuleren of zullen we dit maar even nemen zoals het is. Nou, het is dan goed om toch ook voortschrijdend inzicht op dit punt te constateren. Dan nog in datzelfde jaar, 2005, dan gaat het over de prestatievelden in het BBSH. En mevrouw Dekker die wil sterker gaan sturen op prestaties. En u zegt dan, wij vinden het beter om verantwoording achteraf af te leggen. En dan ook nog via het principe pas toe en leg uit. Klopte dat u geen prestatievelden in het BBSH wilde? Nee. Sterker nog, we hebben er 2 aangedragen. Leefbaarheid komt van de corporaties, van Edes. Wonen en zorg komt van corporaties, Edes. Dus wij zijn wel voor prestatievelden in het BBSH. Leefbaarheid zat er ook in. Waar het om ging was, is dat een sturingsinstrument vooraf van de overheid? Wat is nou het karakter van het prestatieveld? En in de geschiedenis, in de wetsgeschiedenis, ook van het BBSH, zijn het geen prestatievelden die invulling kunnen krijgen van de Rijksoverheid. Prestatieveld betekent volgens ons, jij moet nu dat doen. Maar zijn het verantwoordingsvelden. Dus ik heb ze ook altijd consequent verantwoordingsvelden genoemd. Op die onderdelen kan de corporatie zich verantwoorden over zijn gevoerde beleid. Dus de hele idee van minister Dekker toch ook om wat meer een richting te geven, wat meer prestaties te gaan sturen, dat vond u geen goed idee? Niet op die manier. Ik had wel een akkoord met minister Dekker, overigens ook met staatssecretaris Remkes, Nationaal Akkoord Wonen. Met minister Dekker had ik een akkoord, met minister Vogelaar had ik een akkoord, waar veel inhoudelijke zaken in zaten, waarin je dus als sector tegen de minister zegt, als dat jouw beleidsprioriteiten zijn, en dit zijn de condities waaronder wij dat kunnen realiseren, gaan we dat doen. Dus ik ben helemaal niet tegen overheidssturing, maar dan op macroniveau.
De uitwerking daarvan op lokaal niveau is van de lokale gemeenschap en van de verantwoordelijkheid van de lokale corporatie. We zijn geen uitvoeringsorganisaties. En zo ziet u er dan dat u die richting opgeduwd werd? Daar zat in ieder geval vrees, ja. Dan gaan we naar 2008. En dan gaat het over toestemming die gegeven moet worden bij grote investeringen. En dat in de context van de SS Rotterdam, die boot. En u zegt dan in de ledenraad, en dan citeer ik uit de notulen, dat er de behoefte was aan toestemming vooraf bij activiteiten in categorie D, en dat zijn dan die nevenactiviteiten, maar dat heeft de voorzitter niet geaccepteerd. Ja, waar het op neerkomt is van, u wilt niet dat er toestemming nodig is voor dat soort grote investeringen. Maar laat nou het voorbeeld van de SS Rotterdam niet juist zien dat zo'n toestemming voor elf heel nuttig zou kunnen zijn. Ik heb die notulen niet teruggelezen. In zijn algemeenheid. Bij nevenactiviteiten. Het is even de vraag of de boot een nevenactiviteit, als nevenactiviteit gekwalificeerd werd door het ministerie. Ik meen van niet. Maar als het om evidente nevenactiviteiten gaat, activiteiten waar je over kan discussiëren of dat nog het belang van de volkshuisvesting is, dan zit je echt aan de rand, dan zit je op het hek, zeg maar, van het werkterrein. Dan vind ik toestemming vooraf geen probleem. Ook niet voor 1 miljoen. Als het binnen het werkterrein valt en er blijkbaar breed draagvlak is dat het in het belang van de volkshuisvesting is, en in aanvang was het een woonfunctie, dan zie ik niet goed in dat er toestemming vooraf nodig is. Ook niet bij welk bedrag ook. Daar heb je een raad van commissarissen voor. Goed, als we deze voorbeelden nu allemaal de revue laten passeren, kunnen we dan als commissie de conclusie trekken, en eigenlijk heeft de commissie Nordanus eenzelfde conclusie getrokken, dat de inspanningen van Edis als het ging om wetgeving, beleidsontwikkeling, dat die steeds geëcht was op zoveel mogelijk afstand houden van de overheid? Nee. Wel van een overheid die verstaatlijkt, maar niet van een overheid die de contramal invult en goed toezicht uitoefent en een visie heeft op de volkshuisvesting en daarover akkoorden wil sluiten. Zo'n overheid, had ik hem altijd maar gehad. En onder een verstaatelijkte overheid, daar verstaat u dan onder een overheid die toch wat meer sturing wil geven aan de volkshuisvestingssector? Die zegt dat moet de sector zelf. Ja, maar dat is een gevaarlijk woord, sturing. Ik ben niet tegen sturing op macroniveau, dat gaf ik al aan. Ik zou wensen dat alle ministers een heldere visie op de volkshuisvesting hebben. En dat zo concreet kunnen maken dat ze er ook met de sector afspraken over willen maken. Graag, in mijn tijd. Graag. Als het sturing is die verantwoordelijkheid terughaalt van maatschappelijke ondernemingen, private rechtspersonen, verantwoordelijkheid wegneemt en dat zelf gaat invullen, dan ben ik daar tegen om twee redenen. Ik vind dat je dan geen recht doet aan ons stelsel. Maar ik vind het ook onverstandig. Maar goed, dat is dan alleen een welgemeend advies naar een minister die daarmee bezig is. Hoe vaak wil je naar de Kamer toe? Word je de chef van de corporaties? Oké. Begrijp ik u? Nee, begrijp ik u nou goed dat u zegt, overheid is goed als je ons vooral veel ruimte geeft? Dat is eigenlijk wat u zegt. Nee, dat is niet wat ik zeg. Het BBSH bestaat nu uit meer dan 30 pagina's en u wilt terug naar 1A4. Dat zegt toch heel veel? Dat 1A4 is 10 keer effectiever dan die 30 pagina's van nu. Als dat A4'tje ingevuld was, die stelling durf ik wel aan. Als dat A4'tje ingevuld was, zoals mij voor ogen stond, was deze enquête niet nodig geweest.
Mevrouw Hagi. Meneer Van Leeuwen, het ministerie roept in 2000 een speciale interne toetsgroep op die kijkt naar nevenactiviteit van corporaties. En destijds wilde Edes zelf ook zitting nemen in die toetsgroep om zo het bewindspersoon te adviseren over aangemelde nevenactiviteiten. Maar dit werd niet toegestaan. Verbaasde u dat? Ik kan het me niet herinneren, maar als we dat wilden en het werd niet toegestaan, zal me dat wel verbaasd hebben. Als ik het u nu zo voorhoud, dat een belangenorganisatie zitting wil nemen in een toetsgroep, een soort toezichtstaak bij het ministerie, wat vindt u daarvan? Als het een toezichtstaak is, dan moet je op afstand blijven. Als het een toetsgroep is, waarbij de visie van de sector, wat is in het belang van de volkshuisvesting, en de visie van de minister en haar departement, wat is in het belang van de volkshuisvesting, dan kun je daar in een toetsgroep een buitengewoon zinvolle bijdrage aan leveren om de boel te verhelderen. Als de toetsgroep klaar is, en ik neem aan dat dat dan een advies was, dan is de minister geheel autonoom in het uitoefenen van haar, zijn of haar toezichthoudende rol. Maar het klinkt als van twee walletjes willen eten. Ik bedoel, de toetsgroep valt ook onder die toezichtstaak van het ministerie. Ik denk dat als ik bedenk dat ik daar zou kunnen zitten, dan is dat door mij toen in ieder geval niet geïnterpreteerd als dit is toezicht, maar dit is een voorportaal van toezicht, dit is een adviesrol en daar zou ik prima in kunnen zitten, althans Edes zou er prima in kunnen zitten, om mee afwegingen te maken, de pro's en de contra's en past dit wel, past dit niet. En vervolgens is de minister die eigen verantwoordelijkheid en alleen eigen verantwoordelijkheid heeft om het toe te staan of niet. Heeft Edes de regelgeving als het gaat om het melden van nevenactiviteiten onder de aandacht gebracht van haar leden? Ja. Want de Algemene Rekenkamer die heeft net een recent rapport uitgebracht waarin ze stellen dat de corporaties de plicht om nevenactiviteiten vooraf aan de minister te melden, dat ze die slecht naleefden. Hoe kan dat dan? Nou, dat ligt niet aan het niet melden door Edes, tegendeel. Wij gaven alle overheidsregelgeving door, los van de eigen kanalen van het ministerie. Alle regelgeving, alle circulaires, alle MG's gingen allemaal rechtstreeks door naar onze leden, in veelvoud. Dus er kan geen misverstand hebben bestaan over de plicht. Mm-hmm. Ja, en dat vervolgens mensen zich niet aan de plicht houden, dat zal. Dat zal, maar wat zegt dit dan van de sector, de corporaties, dat ze bewust zijn van de plicht en de regels? Want Edes maakt die kenbaar, heel duidelijk ook, zegt u. Maar ze trekken zich daar niets van aan? Dat zal in een aantal gevallen zo zijn. In een aantal andere gevallen zullen ze zich er waarschijnlijk toch niet bewust van zijn geweest dat dit ook onder de meldingsplicht viel. Ondanks dat Edes daar wel de moeite in stak om het bekend te maken onder haar leden. Ja. Okay. Maar er komt veel papier binnen bij een corporatie. Het ministerie hield ook een lijst bij van onrechtmatige nevenactiviteiten. En ze schreef ook corporaties aan. Klopt het dat u boos werd over de publiciteit die rondging om die lijst van het ministerie? Het is weer een vraag over of u zich kunt herinneren of u boos was. Dus ik vermoed dat u dat alweer vergeten bent. Deze is mij eerder in herinnering gebracht. Die heb ik dus uitgezocht. Ja, dat klopt. Ik was boos. Dat had drie redenen. De eerste reden was dat het ministerie niet heeft voorkomen, dan druk ik me genuanceerd uit, dat een lijst met 87 nevenactiviteiten, waarvan nog uitgezocht moest worden of ze onrechtmatig waren. Er zaten namelijk heel veel situaties bij waar de corporatie om meer informatie werd gevraagd. Dat die toen al meteen de status kreeg, 87 corporaties onrechtmatige nevenactiviteiten. Dat leidde dus tot een mega krantenkop. 87 corporaties houden zich niet aan de wet. En dan kunt u zich voorstellen hoe in de framing de onderhandelingspositie rond zelfregulering weer een forse deuk oploopt. Dus daar was ik niet blij mee, dat is één. Twee, er zaten in die lijst van 87 ook situaties die eerder waren gemeld bij het ministerie, waar het ministerie akkoord op had gegeven. Dus er zaten gewoon fouten in die lijst. De derde was, er zaten activiteiten in waarvan denk ik niemand ooit nog bedacht had dat het ministerie daar een opvatting over zou hebben.
En tot op de dag van vandaag vond ik dat en vind ik dat ook onzin. Dan gaat het bijvoorbeeld over een fietsenplan. Of iets dergelijks. Die categorie. Dan denk ik, ja jongens, dit is toch gewoon invulling van de werkgeversfunctie. Ja. U had dus heel wat kritiek op het ministerie, als ik u zo beluister. Op deze lijst. Is het voor Edis wel helder wat een corporatie wel of niet mag? Dat is voor niemand helemaal helder. En dat is nou juist de lol. Er is een belang van de volkshuisvesting wat gelukkig niet universeel is ingevuld, zoals de heer Remkes dat verwoordde. En zijn voorgangers ook allemaal. Het belang van de volkshuisvesting wordt dagelijks ingevuld in een lokale, actuele situatie. En het is in de ene plaats anders dan in de andere plaats, in de ene tijd anders dan in de andere tijd. En de ene minister heeft er andere opvattingen over dan de andere minister. U gebruikt het woord lol, maar als ik dan kijk dat toch deze onduidelijkheid behoorlijk wat problemen heeft opgeleverd. Hoe kunt u dat woord dan gebruiken? Dat ligt hier niet aan. Nou, dat maakt het vak corporatiebestuurder en het vak wethouder en het vak bewonersvertegenwoordiging nou zo leuk. Dat je met elkaar hele concrete maatschappelijke vraagstukken lokaal tot een oplossing kan brengen. Dat je daar ruimte voor hebt. Maar tegelijkertijd is het onze commissie opgevallen dat de incidenten die er zijn voorgevallen toch allemaal te maken hebben met die zogeheten nevenactiviteiten. Die onduidelijkheid die daarover bestaat. En ik denk aan stoomschip de Rotterdam, is al eerder aangehaald. De tunnel van Rantree. Servatius is vandaag ook aan bod gekomen. Dus uw positieve toon, als het gaat om die ruimte die er is op dat vlak, kan ik niet plaatsen. Ik weet ook, ik ben al een tijdje weg bij Edis, dus ik weet niet of ik nog steeds over dezelfde overtuigingskracht beschik. De boot had de steun van de minister. Daar was geen onduidelijkheid over of dat tot de belang van de volkshuisvesting hoorde. Dat is pas later, toen er steeds meer commerciële activiteiten bij kwamen. Maar dan zit je al in het schip. Bij Servatius was volstrekt duidelijk dat volgens de minister die campus een te groot onderdeel uitmaakte van het totale project en dus niet mocht. Dat was geen onduidelijkheid. Bij die weg was het, de rare situatie bij die weg, daar was namelijk de uitkomst, ook wat de minister betreft, zoals ik me herinner, grijs. Namelijk, mag het nou wel, mag het nou niet. Het mag niet als het 20 miljoen kost, het mag wel als het 10 miljoen kost. Dus blijkbaar is er ook nog zoiets als proportionaliteit, wanneer iets wel of niet mag. Maar is het niet heel erg makkelijk om steeds achter de minister te verschuilen? Want is het niet aan een raad van bestuur, inclusief een raad van toezicht, in de eerste plaats als verantwoordelijkheid om hier verstandige beslissingen te nemen? Ik verschuil maar helemaal niet achter de minister. Heb ik ook helemaal niet nodig. Maar u haalt ja, het is absoluut de eerste verantwoordelijkheid van bestuur en raad van toezicht. En dat wat mij betreft 3 keer onderstreept en met uitroeptekens. Natuurlijk. Daar begint het. Dat vindt u dus ook? Ja. Dus het kan niet zo zijn, want in alle 3 de gevallen die u aanhaalt als voorbeeld, onderstreept u steeds de minister wist ervan, de minister. Nee, maar toen ging het om de definitie van het belang van de volkshuisvesting. Zou dat meer dicht geregeld moeten worden? En de voorbeelden die we dan bespreken, die leiden mij niet tot de conclusie, het moet meer dicht geregeld worden. Nee, dan moet ik u toch corrigeren, meneer Van der Leeuwen. Want we hadden het over het feit dat er incidenten plaatsvonden vanwege die nevenactiviteiten. Ja, maar daarvan heb ik gezegd, de ene nevenactiviteit was verboden, was geen onduidelijkheid. De andere nevenactiviteit was geen nevenactiviteit, de boot. En die weg is helemaal een raar verhaal. Als ik nu weer terugga naar uw laatste vraag, de Raad van Commissarissen. Ik was het ontzettend eens met een van de uitspraken, eigenlijk wel veel uitspraken, maar een van de uitspraken van, ik moet hem even vergeven dat ik zijn naam even niet paraat heb, van door de minister aangestelde toezichthouder bij Woonbon. Meneer Zwarts. Meneer Zwarts, dank. Die zei 2 hele ware dingen. De eerste was, daar heb ik ook nog wel een poosje over na zitten denken, zult u begrijpen met het rapport Nodanus in de hand, mannen met een missie kunnen maar zo het pad van het pad raken. En de tweede was, dat soort bestuurders moeten weer werk hebben. En dat was er onvoldoende. Maar daar ben ik het ontzettend mee eens. Er is pas een mooi WER-rapport over uitgekomen. Mm-hmm. Hoe organiseren wij nou weer werk? Maar even terug naar waar we het over hadden. Dat zijn die incidenten. Dat waren toch nevenactiviteiten. Of betwist u dat ook? Heb ik u goed gehoord? Volgens mij was de boot in aanvang een woonboot.
En werd hij ook door het ministerie niet als nevenactiviteit gezien? Als ik u vraag, is dat het topje van de ijsberg? De incidenten en ik hou de koppeling met nevenactiviteiten. Is dat het topje van de ijsberg, naar uw mening? De sector overziend? Ik kan dat niet beoordelen. U kent de sector beter dan ik, zou ik zeggen. Maar dat is nog geen garantie dat ik het antwoord heb. Ook niet na al die jaren ervaring als voorzitter van de brancheorganisatie van de corporatiesector? Nee. Ik heb mij namelijk, denk ik, even zo vaak ontzettend verrast en overvallen gevoeld als de politiek, als er een incident oppopte. Dus ik heb daar blijkbaar onvoldoende zicht op. Ik heb nog één vraag in ieder geval van dit blok en dat gaat over die nevenactiviteit. Want uit ons onderzoek blijkt dat in die periode dat u voorzitter bent van Edes, een groot deel van de aanvragen bij het ministerie als het gaat om nevenactiviteiten, dat het zaken zijn die eigenlijk al verboden zijn bij regels die al vooraf golden. En dan denk ik aan musea, zwembaden, sporthallen, hotels en ziekenhuizen. Dus dat heeft niets te maken met onduidelijke regelgeving. Hoe verklaart u dat? Daar zijn drie verklaringen voor, denk ik. De eerste is dat dat speelt in een situatie dat de politiek in het algemeen, maar zeker ook de lokale politiek, zeer behendig is in het opzetten van redeneringen waarom het oplossen van een probleem met een zwembad of een museum toch wel in het bijzonder in het belang is van de huurders die in dat gebied wonen. En dus ontstaat het idee dat de corporatie daar misschien wel wat aan moet doen. En dus vraagt de corporatie, die is het denk ik op dat moment van die regels waar u het over heeft, nog niet eens 1, 2, 3 bewust. Dus die vraagt dan aan de minister of dat mag. Dus die meldt het aan als nevenactiviteit. Maar ook hier beluister ik u, het ligt aan de politiek, in dit geval de lokale politiek. Uiteindelijk beslist de corporatiebestuurder, met goedvinden van de Raad van Commissarissen, of ze daarin stappen. Dus daar is uiteindelijk altijd de eerste verantwoordelijkheid. U vroeg aan mij, hoe verklaart u dat dat gebeurt? En mijn verklaring is dat er in een situatie waarin, zoals politici vaak uitgedrukt hebben, het geld tegen de plinten klotst, lokale bestuurders denken, met een beetje soepele redenering, krijg ik dat ook nog wel in het belang van de volkshuisvesting gefrutst. Lokale bestuurders, maar bedoelt u daarmee ook lokale bestuurders van corporaties? Of alleen maar de wethouders? Dan bedoel ik alle lokale partijen. En uiteindelijk is het, als dat doorgezet wordt, is de lokale bestuurder van de corporatie verantwoordelijk. Niet de wethouder. Dank mevrouw Hashi. We gaan door met de heer Groot. Ja, voorzitter. Ik zou willen toewillen naar de relatie met het Sint-Elf-fonds. Het Sint-Elf-fonds Volkshuisvesting. Dat is in 1998 opgericht. Daar was ze wel niet zo gelukkig mee, begrijpen wij de stukken. En al helemaal niet toen een paar jaar later te sprake kwam dat de sanctiemogelijkheden van het CFV werden uitgebreid. En in 2005 zegt de tegen minister Dekker dat het, spreekt de VS uit dat het CFV, het Sint-Elf-fonds, een te grote rol krijgt. Hoe was eigenlijk uw relatie met het Sint-Elf-fonds? Toen het Centraal Fonds uitsluitend de rol van saneerder had bij calamiteiten, financiële calamiteiten, was die relatie perfect. In de tijd toen het Centraal Fonds werd opgericht, waren de toenmalige organisaties NWR en NCV bestuurlijk verantwoordelijk, onder voorzitterschap van een onafhankelijke externe voorzitter, door de minister benoemd, de heer Koopmans. Toen op een gegeven moment er een vacature was, hebben de heer Van Velzen en ik de heer Van der Molen gevraagd. Ja, of hij... Ja, die komt uit uw kringen. Maar die relaties die verminderden, in het begin waren die goed, maar die relaties werden slechter naarmate het Sint-Elf-fonds zich meer ging profileren en ook meer te zeggen kreeg. Zeg ik dat goed? Nee, er is op enig moment veranderd het Centraal Fonds van functie. Namelijk ja, als, dat hebt u gezegd, ja. Als de overheid de toezichtstaak daaraan vastknoopt, wat ik een slecht besluit vond, toezicht en saneren in één hand, nog steeds vind,
Maar dat gebeurde, ja, dan ontstaat er vanzelf een verzakelijking en een afstandelijkheid, omdat ik niet op schoot bij de toezichthouder zit. En dan mijn verzakelijking, want het lijkt ook op een wat dubbele relatie, want uit ons onderzoek blijkt dat mevrouw Bertelm op enig moment voorstelt of zij niet wat kan bemiddelen tussen u en het CFV. Ja, kent u dat beeld van de verdubbelde relatie? Als het gaat om... ik ben op één onderdeel, heb ik mij ook publiek laten merken, dat ik het niet eens was met de wijze waarop het Centraal Fonds als toezichthouder invulling gaf aan zijn taak. Namelijk door zelf een nieuwe norm en een nieuw woord te introduceren, namelijk vermogensovermaat. Het laatste waar ik op zat te wachten was nog een toezichthouder die politiek ging bedrijven. Vermogensovermaat, dat kun je toch ook veel objectiever zien, gewoon als de mogelijkheden, de onbenutte mogelijkheden van woningcorporaties om te investeren. Vindt u dat zo'n politiek geladen uitspraak? Waarom? Ja, dan moeten we weer terug naar de context waarin al dat soort woorden oppoppen. Ik heb u al aangegeven... Nee, maar kunt u misschien gewoon alleen zeggen waarom dat een politieke uitspraak vindt? Omdat het op dat moment in die context een politieke lading had. Omdat er al in de politiek gesproken werd over tekortschietende prestaties van woningcorporaties en die vonden dat koren op die molen was. En heffingen, vereveningen enzovoort. Ja. Ja, koren op die molen. In plaats van, hou je nou gewoon aan wat er in de wet staat, presteren naar vermogen. Beschouwde u de heer Van der Molen als een vriend of als een opponent? Ja, dat vind ik allebei categorieën waarin ik niet denk. Nou, meer concreet dan, we hebben aanwijzingen om te denken dat u meerdere malen hebt aangedrongen op het ontslag van de heer Van der Molen. Klopt dat? Nee. Bij de minister? Nee. Dat klopt niet? Nee, totaal niet. Nee, ik ben niet... ik heb wel uitgesproken opvattingen, maar ik ben niet dom. Dus op het moment dat de overheid het Centraal Fonds toezichthouder maakt, heb ik daar geen rol meer te vervullen. Edes is voor goed en onafhankelijk extern toezicht. Dat is de enige uitspraak die wij vanaf dat moment nog gedaan hebben. En hoe dat verder allemaal wordt ingevuld, ja, we zijn ook tegen bureaucratisering. Maar dat geldt voor iedere onderneming. Ja. Afgezien van vermogensovermaat, dat het Centraal Fonds die term niet in de mond moest nemen, vond u ook dat het Centraal Fonds zich niet bezig moet houden met het begrip doelmatigheid? Ja, waarom eigenlijk niet? Dat vond ik niet. Ik vind het heel goed als de externe toezichthouder op doelmatigheid toetst. Maar dan komen we weer op de systeemwet. En wie maakt dan de benchmark? En wie genereert de informatie daarvoor? En het Centraal Fonds ging op een gegeven moment zelf een soort benchmark ontwikkelen. Nou, daar was ik geen voorstander van. Maar waarom niet? Dat... Omdat er, een goede benchmark, omdat er initiatieven liepen bij de sector om zelf invulling te geven aan een benchmark. Die dan meteen automatisch draagvlak heeft van de leden. Die ook voelt als eigendom van de leden. En dan kun je als overheid zeggen, hey, je moet je aan een benchmark houden. Ik vind dat wij ook een uitspraak mogen doen over de validiteit van die benchmark. Maar jullie gaan er inhoudelijk over. Maar ik zorg er wel voor dat iedereen zich eraan houdt. En ik zie daarop toe. In die zin heeft de toezichthouder een opvatting over doelmatigheid. Maar wat is er tegen dat een volkshuisvestelijk toezichthouder, of een onafhankelijk toezichthouder, ook doelmatigheidscriteria ontwikkelt? Dat is toch alleen maar goed? Daar kunt u toch uw voordeel mee doen? Ik heb volgens mij de vraag totaal beantwoord. Okay. Dan gaan we naar de zogenoemde stuurgroep Meijerink. Die stelt in 2008, dat is weer een stuurgroep die zich gaat buigen over de hervorming van het toezicht op de sector, nadat er al heel veel rapporten zijn geweest. In die stuurgroep Meijerink pleit u voor een onafhankelijk toezichtsorgaan waarvan de leden worden voorgedragen door de sector zelf. Maar de eerste vraag is, waarom wilde u weer een nieuw onafhankelijk toezichtsorgaan?
dat blijkbaar in de plaats van het CV moet komen. Er liep al breed een discussie over hoe het toezicht ingericht zou moeten worden. Dus het was onderdeel. Overigens ging de stuurgroep Meijering niet alleen over toezicht, maar ook over het stelsel. Zeker. En bij de toezichtsparagraaf heeft de commissie, samengesteld uit de topambtenaar, de DG, Edes en de heer Meijering, ervoor gekozen om dat op een in één hand te brengen. Hè, want het was dus één toezichthouder, in mijn herinnering, één toezichthouder, onafhankelijk. En zo luidt het dat standpunt van die commissie. Maar kan er nou voor een onafhankelijke toezichthouder sprake zijn als de leden ervan worden benoemd door de sector zelf? Voorgedragen. Minister benoemd. De minister benoemd. Ingegeven vanuit de behoefte om relaties weer op orde te krijgen. Om over en weer vertrouwen te krijgen, verbindingen te leggen. Niet vanuit macht, maar vanuit draagvlak. Dus een onafhankelijk toezichthouder heeft draagvlak in de sector nodig, zegt u. Nou, dat geldt eigenlijk wel voor alle toezichthouders. Je kan wel met het zwaard zwaaien. Ja, maar tegelijkertijd is het bijvoorbeeld niet zo het bestuur van de Nederlandse Bank wordt, dat daar de leden van worden voorgedragen door de banken zelf. Om een vergelijking te trekken. Nee, ik begrijp heel goed dat je daar anders tegenaan kan kijken. U vraagt mij, hoe kwamen jullie daarop? Ja, en dit is de redenering. Ja. Maar iedere andere oplossing daarvoor is even goed denkbaar en niet fout. We zien in ieder geval dat minister Van der Laan, die krijgt dat rapport van de stuurgroep Meijering onder ogen. Dan is minister Vogelaar al afgetreden. En die kijkt hier naar en die zegt, nou, dit onderdeel van het advies, hè, door de sector zelf benoemen, dat neemt hij niet over. Wat vond u daarvan? Hij nam het hele advies niet over. En overigens was het geen advies. Het was de uitwerking van een overeenkomst met de minister. En hij zat in hetzelfde kabinet op die ministerstoel. Dus dat het nou met Vogelaar gesloten was en aan Remkes de uitkomst wordt overhandigd, doet aan het feit dat je een deal hebt met de minister niks af. Dus dat de minister dat die uitkomst, de uitwerking van het onderhandelingsakkoord, min of meer terzijde legt, ja, dat vond ik niet chique. U had het idee, dit is geen advies wat we uitbrengen, dit is een deal, omdat het ministerie zelf in de commissie Meijering was vertegenwoordigd. En u vond dat dus niet chique van de minister, dat hij dat niet zag als een deal, maar als een advies wat hij gewoon terzijde kon schuiven. Het staat volgens mij vrij helder in het onderhandelaarsakkoord beschreven wat de status is van de stuurgroep Meijering en wat er met de uitkomst moet gebeuren. Namelijk, ik geloof zelfs binnen 4 maanden, want we hebben in de volkshuisvesting een historie dat wetgeving nog wel zo zijn tijd nodig lijkt te hebben. Dus wij dachten, dat gaan we niet op de lange baan schuiven. Dus wij pleiten, we hebben uitonderhandeld, dat in het onderhandelingsakkoord staat dat de minister binnen 4 maanden wetgeving in de Kamer legt, gebaseerd op de uitkomsten van de stuurgroep. Ja. Dan nog even, tot slot op dit blok, naar het WSW. We gaan niet de discussie in of dat nou een toezichthouder is of niet. Wat we in ieder geval wel weten, is dat het WSW belangrijk is bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van corporaties. Ja. Het is dus al een belangrijk instituut en in de balans verstoord, het rapport waar we het eerder over gehad hebben, wordt het merkwaardig genoemd dat er geen publiek toezicht is op het WSW. Deelt u die mening? Nee. Waarom niet? Heel kort, graag. Het is een onderlinge verzekeringsmaatschappij, een kredietmaatschappij, die kredietwaardigheid beoordeelt. Er is een relatie met de achtervangers. Dan hebben we dus niet over de overheid als beleidsmaker, maar de overheid als achtervanger. En de gemeenten, verenigd in de VNG, als achtervanger. Die hebben een achtervangovereenkomst. Op grond van die achtervangovereenkomst hebben ze hun positie. En daar hoort geen publieke toezichthouder bij? Nee, dan gaan we weer stapelen. Laat ze daar hun werk als achtervanger gewoon goed doen.
U was een tijd lang commissaris bij het Waarborgfonds. Wist u in die tijd dat er steeds meer derivaten werden afgesloten en ook dat er steeds meer risicovolle projecten in de markt kwamen, dat er grote liquiditeitsrisico's werden genomen? Wist u dat als commissaris? Ik ben net als alle commissarissen in 2008, eind 2008, geconfronteerd met de eerste keer dat de margin calls werden uitgeoefend. Dat was voor mij nieuw. En wist u ook dat bij het WSW dat er daar derivatenproducten werden goedgekeurd, dat de productacceptatieprocedures waren? Zoals ook gebleken is uit de verhoren met de heer Rinken van de Post. U koppelt twee dingen aan elkaar. Ja, gelukkig waren er productacceptatieprocedures. Nee, er werden geen derivaten goedgekeurd. En ik heb gezien dat daar verwarring over is ontstaan. En ik begrijp ook heel goed, u heeft de brief voorgelezen die de heer Rinken geschreven had, dat die verwarring kon ontstaan. En dat had natuurlijk niet moeten gebeuren. Het WSW keurde geen derivaten goed. In die positie zaten ze helemaal niet. Oh, er is zeker in het eerste stadium is er wel sprake van geweest. En toen is dat beleid veranderd. Maar wist u dat er zo werd omgegaan met Deutsche Bank? Dat die langskwamen en een product lieten beoordelen. En ja, in hun optiek althans goedkeuren. Wij waren geïnformeerd en stemden daar van harte mee in. Dat na de verrassing van eind 2008, maar dan ben ik al bijna weg, hè, dat er vanaf dat moment met haren en snaren gewerkt wordt aan het opbouwen van kennis over derivaten. En ja, daar heb je dus externe deskundigen bij nodig. En die zijn deskundig omdat ze ergens werken. Ja, een kennisopbouw is één ding, maar producten min of meer goedkeuren, dat is wat anders. Daar heb ik me al over uitgesproken. Ja. U zat als voorzitter van Edis ook in de Raad van Commissarissen van het WSW. Heeft u ook gewaarschuwd voor het toenemende gebruik van derivaten en de risico's die daaraan vastkleven? Toen wij in 2008 verrast werden, hebben wij natuurlijk alle corporaties daarvan op de hoogte gesteld. En binnen het WSW was de reactie kennisopbouw? En binnen het WSW was de reactie kennisopbouw. En de andere corporaties, overigens, we hadden het toen over een beperkt aantal. Dat is ook allemaal opgelost. Punt. Nou, u zegt, even afronden, dat u was niet bekend met het goedkeuren van derivaten. Nou, uw idee is dat ook nooit gebeurd. En als het wel gebeurd zou zijn, dan zou u dat geweten hebben. Vond ik dat zo goed samen? Hebben moeten weten, maar misschien zelfs wel geweten hebben. Maar ik heb geconstateerd dat er, en dat snap ik, dat er in de markt op een gegeven moment de percipiëring kon ontstaan dat het WSW dat wel deed. En dat had dus niet mogen gebeuren. Ja, helder. Meneer Mulder. Meneer Van Leeuwen, ik vind de beantwoording van de vragen vind ik wat dubbel. We hebben een BBSH van meer dan 30 A4'tjes en u zegt, doe nou een 1 A4'tje, dat is beter. U zegt, ik wil goed toezicht, maar zodra de bevoegdheden van het Centraal Fonds, de toezichthouder, worden uitgebreid, zegt u tegen minister Dekker, ik ben daar tegen. U zegt, ik wil onafhankelijk toezicht, maar ik wil wel dat de leden worden voorgedragen door mijn brancheorganisatie. Is dat niet heel dubbel wat u zegt? Nee. Nee. Mevrouw Hashi. Meneer Van Leeuwen, in uw periode als voorzitter van Edis is er discussie geweest, maatschappelijk ophef, over de beloning voor corporatiebestuurders. In 1997 is er al een commissie Peters die daar uitspraken over doet. En in het politiek debat gaat het over de openbaarheid aan de ene kant, maar zeker ook de hoogte van de beloningen. Edis die heeft in 2004 een adviesregeling, een zogeheten ISEBOUT-code opgesteld. En mijn eerste vraag is, hoe werd er binnen uw brancheorganisatie, de Edis-leden, gedacht over de ISEBOUT-code? Positief. Die had draagvlak. Unaniem door alle leden van Edis. Dan moet ik een kleine nuance aanbrengen, omdat de status van dat advies.
Wij hadden in de CAO besloten, de directeuren worden apart gezet. Maar ik geloof dat de heer De Groot helemaal in het begin zei, ja, dus konden ze hun gang gaan. Nee, we hebben toen onmiddellijk daar een adviesregeling voor laten ontwerpen, onder leiding van Peters en later inderdaad Isebout. Maar we hebben ons daar niet, om alle misverstanden te voorkomen, dat we daarmee aan de knoppen zouden zitten, extern gezaghebbende mensen dat laten adviseren en dat gewoon overgenomen. Dus ik heb niet aan de leden gevraagd, vinden jullie dat goed? Nee, ik heb tegen de leden gezegd, dit is het. Ja. Maar mijn vraag is, wat vonden de leden? Daar heb ik niet veel kritiek op gekregen. Ja, maar... Dus men vond het een goede handelswijze. U heeft er niet veel kritiek op gekregen, dus, maar zegt u daarmee dat de leden van Edes het begrepen en er ook achter stonden? Ja. Dat geldt voor alle leden van Edes in uw periode? Ik heb nooit 100% draagvlak op welk besluit ook gehad. Oké, maar ook specifiek op de beloningen zegt u van dat... Daar zal vast ook iemand tegen zijn geweest. Heeft u ook corporatiedirecteuren aangesproken? U noemde net een voorbeeld Pietje. Maar heeft u ook corporatiedirecteuren aangesproken op hun beloningen? Dat hoefde nog niet zo. Om een paar redenen. De eerste is, er was net onderzoek gedaan in opdracht van staatssecretaris Remkes door het Centraal Fonds. Dat de salarissen bij de corporaties op een enkele uitzondering na, de bekende Rochdale Mullekamp, en Staal bleek later, fatsoenlijk waren en zich onderscheiden in positieve zin ten opzichte van salarissen in andere sectoren van het middenveld. Welk jaar heeft u het dan over? Dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Maar dat is een dat heeft de staatssecretaris aan de Kamer geschreven. Dus ik citeer nu uit een brief van hem aan de Kamer, waarin hij dat rapport, dat onderzoek, meldt. Hij zegt, de corporaties doen het beter dan andere sectoren. De tweede referentie die ik daarbij aanleg. In een later stadium, ik weet niet of het dan Remkes is of inmiddels minister Dekker, die zich tevreden toont, ook in de richting van de Kamer, over het advies van de commissie Isebout. Ja, maar ik moet u toch onderbreken, want mijn vraag is, heeft u corporatiedirecteuren aangesproken? Nee, op hun beloning? Dat hoefde toen nog niet. Dat hoefde niet? Nee. Dat is uw antwoord? Ja. Dus u heeft nog nooit een collega corporatiedirecteur hierop aangesproken? Gewoon feitelijke vraag. U heeft het over Isebout en over die periode. En over die periode geldt, dat hoefde toen niet. Later heb ik wel hier en daar, en zeker weer in mijn toespraken, maar hier en daar aangedrongen op het handhaven van de eigen afgesproken adviesregeling. A, het publiceren. En B, je matigen in je beloningsbeleid. Concreet individuele corporatiebestuurders daarop aanspreken? Nee. U haalde net aan dat corporaties het beter deden. In 2006 ontving ongeveer 10% van de directeur en bestuurders een salaris boven de grens in de wet die er in 2006 lag. En in 2007 steeg dat naar 14%. Dus er was eerder een tegengestelde ontwikkeling, terwijl de maatschappelijke ophef toenam als het ging om beloningen. Wat is uw reactie daarop? Er was in 2005 en 2006 bij mijn weten helemaal geen wet. Vanaf 2007 is er een wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Ja, maar dat is geen norm. En daarmee zegt u, daar hoefden wij ons niet aan te houden? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, het is op dat moment nog geen norm. Het is een systeem om hoge salarissen in de openbaarheid te brengen, zodat daar maatschappelijk druk op, neem aan, tenminste dat de bedoeling van de wetgever was, zodat er maatschappelijke druk ontstaat om de salarissen te matigen. Prima. Dat begreep u. U begreep dat maatschappelijke ophef. Ja, natuurlijk. Ik vond de wet, vond het ook goed. De wet openbaarheid topinkomens, prima wet. Maar hoe verklaart u dan de stijging binnen de sector in het aantal percentage van corporaties die bestuurders die dus boven die norm, waarvan u zegt die norm geldt eigenlijk niet voor ons, maar u vindt hem wel van waarde? Ik heb dat niet paraat, maar ik weet wel dat er in enig jaar ook een hoop te doen was, ook in de pers, over dat het aantal toenam. En de simpele verklaring was toen dat de wet niet geïndexeerd was en de salarissen wel. Dus ik weet het niet. Ik weet ook niet de omvang van de overschrijding. Dan hou ik het op dat u het niet weet. U geeft aan dat u begrip heeft voor die maatschappelijke onrust.
ten aanzien van de beloningen. En ik neem aan dat dat ook bij u het begrip komt vanuit het feit dat het om volkshuisvestelijk geld gaat. Dat het gaat om functies met een maatschappelijk doel, ja. Ja, ja. Ja. Ik weet nooit zo goed wat volkshuisvestelijk geld is. Ja. Nou, daar kan ik ook weer vragen over stellen, maar dat ga ik niet doen. U schreef op 24 november 2008 een brief aan minister Van der Laan. En hierin stelt u dat corporaties ten onrechte als semi-publieke instellingen worden gezien en daarmee ten onrechte in de salarisdiscussies worden betrokken. Hoe moet ik dat rijmen met uw eerdere woorden dat u begrip heeft voor die ophef? Ik vind het heel goed, was ik zelf al lang voorstander van, dat salarissen gepubliceerd worden. Overigens niet alleen boven de norm van de wet openbaarheid topinkomens, maar alle salarissen. Ik was er niet tegen. Want op een gegeven moment zie je dat daar een groot maatschappelijk draagvlak is. Dat er wetgeving zou gaan plaatsvinden in de normering van topinkomens. Dus wat anders openbaarheid, maar daadwerkelijke normering. De corporaties zaten in het advies van de commissie Dijkstal in een andere categorie dan het kabinet en minister Van der Laan wilde gaan doorvoeren. Daar was ik tegen. Ja, maar meneer Van Leeuwen, laten we het niet ingewikkelder maken dan het is. U geeft eerst aan dat u begrip heeft voor het feit dat er maatschappelijke onrust is, ophef over die beloningen. En vervolgens vraag ik u om uw brief dan uit te leggen, want in uw brief richting minister Van der Laan zegt u eigenlijk van nou, de corporatiesector hoort hier eigenlijk buiten te blijven, buiten deze ophef en deze discussie. Hoe moet ik die twee standpunten met elkaar rijmen? Dat staat niet in die brief. Ik heb de brief zelf niet paraat, maar ik weet zeker dat dat er niet in staat. Het ging toen om de kwestie, in welke van de vier categorieën van de commissie Dijkstal worden de corporaties ingedeeld? De commissie Dijkstal had de corporaties niet in de categorie semi-publieke overheid, maar eentje daar vandaan. Ze hadden vier categorieën, we zaten niet in de markt. We zaten in categorie 3, doe ik uit mijn hoofd. Categorie 2 was semi-publiek, categorie 1 was overheid. En Dijkstal adviseerde op goede gronden, goed gemotiveerd, hoop onderzoek, hoop wijze mensen, 3. En overnight, door wat voor een argument ook bevangen, wordt het dan ineens 2. Daar was ik tegen. Maar nog los van de categorieën van de heer Dijkstal, u haalde 2 punten aan in uw brief. Namelijk dat u het vindt dat corporaties geen semi-publieke instellingen zijn. Dat is 1. In die betekenis. Dus in de definitie in van het advies van de commissie Dijkstal. Oké. En het tweede punt wat ik eruit haal is dat u vindt dat de corporaties ten onrechte in die salarisdiscussie zijn beland. Dat staat los van de categorie. Dan moet ik u het antwoord voor schuldig blijven. Dan moet ik de context terughalen. Ik was niet tegen wettelijke normering van topinkomens. Ik vond het advies van de commissie Dijkstal verstandig. Wij hadden ons neergelegd bij onze indeling in de categorie semi-publiek. Ja, we kunnen de brief aan u overhandigen. Dat kan meteen al. Dan kunt u er even naar kijken. Dank u wel. Ja, daar staat dus, dank voor de onderstreping. Ik heb niets anders bedoeld te schrijven dan dat de corporaties niet in de discussie betrokken moeten worden van de salarissen in de semi-publieke sector, zoals in de definitie van Dijkstal bedoeld. Wij horen niet in categorie 2 thuis, wij horen in een andere categorie. Dus als er gedoe is over salarissen in de semi-publieke sector, en dat was er, dan horen wij daar niet thuis. Wij zitten volgens Dijkstal in 3, dus betrek ons dan ook niet in die discussie. Maar categorie 3 betekent dat het geen semi-publieke instelling is? In de definitie van Dijkstal heette dat anders. Ik weet niet hoe dat heette, maar dat heette anders. Ja, maar als ik u vraag, zijn corporaties semi-publieke instellingen? Dat is een andere vraag. En dan, dan wilt u een ja en nee en dat krijgt u gewoon niet. Want ja, dan wordt het gewoon een nee. Maar dat is bijna een semantische discussie. Ik kan niks met het woord semi-publiek. Wat is daar de definitie van? Het zijn private organisaties met een maatschappelijke taak in een toelatingsarrangement met de overheid. Er is extern toezicht door de overheid. Allemaal waar. Als het daarmee de definitie semi-publiek is, prima. Dan zijn het semi-publieke organisaties. Ik heb het woord nooit gebruikt, want ik vind het uiterst verwarrend. Maar het gaat mij ook in dit verhoor dat ik begrijp wat u vond, ook in die tijd dat u als voorzitter van Edes opereerde. Maar ik begrijp dat u corporaties als private organisaties zag. Zijn het. En dat zijn het zelfs. Okay. Ja. Helder. Er zijn 2 punten waarbij ik u toch de vraag wil stellen in hoeverre u uw voorbeeldfunctie
zag als voorzitter van Edis. Had u dat beeld, dat u een voorbeeldfunctie had? Je bent een boegbeeld. Ja, dus ook daar zit een voorbeeldfunctie aan vast, als je een boegbeeld bent. U knikt, of u, ik weet niet wat dat voor beweging is. U bent het met mij eens? Ik denk dat dat zo wordt ervaren, ja. Ja. Mag ik u dan twee punten voorhouden? Want u ontving een salaris van 187.000 euro en een bonus van 42.000 euro in 2008. En bij uw vertrek kreeg u ook een bedrag van 1 miljoen mee. En als ik u nou voorleg die twee punten en de voorbeeldfunctie, wat zegt u dan? Dat zijn twee hele verschillende dingen die u noemt. Dus als het gaat om het salaris, ik wil ze wel graag uit elkaar knippen en over allebei iets zeggen. Mm-hmm. Het salaris is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in een periode waarin wij in Nederland anders dachten over salarissen en topinkomens. Er gold nog geen wet normering topinkomens. Op dat moment heeft de Raad van Commissarissen twee onderzoeken laten doen. Eén, wat verdienen branchevoorzitters zo door de bank genomen in dat middenveld? En daar verhield het zich prima mee, in positieve zin, dus laag. En het tweede was een advies van, om ook de aansluiting te houden bij de rest van de organisatie en vooral de directie. Daar is mijn salaris toen op vastgesteld. Dat was passend in die tijd. Nu zou het niet meer in de wet nog meer, als die al van toepassing zou zijn op branchevoorzitters, wat niet het geval is. Maar hij zou daar nu boven zitten. Dus daar zou een discussie over ontstaan. Wat betreft mijn vertrek bij Edis wil ik u drie dingen meegeven. Het eerste is, ik was zowel voorzitter van de vereniging als algemeen directeur van de werkorganisatie. Toen de ledenraad de voordracht van de Raad van Commissarissen niet overnam om mij nog te benoemen als voorzitter van de vereniging, werd ik ontslagen als algemeen directeur. Na een dienstverband van 27 jaar. In die tijd gold ontslagbescherming zoals voor alle Nederlanders. Dat je namelijk bij onvrijwillig ontslag een schadeloosstelling krijgt. Dat is één. Twee, daarover waren bepalingen in mijn contract opgenomen. Dus het was ook een kwestie van nakoming. In die bepalingen rolde een schadeloosstelling in enge zin van, hang me niet op aan het laatste getal, maar ronde gedragen, 650.000 euro. Het andere bedrag, bijna 350, was uitvoering van een eerdere afgesproken pensioenregeling die helaas, ik kan me de haren uit de kop trekken, niet een jaar eerder is afgewikkeld en dus ging optellen bij mijn vertrek. Derde is, want dat is uw vraag, voorbeeldfunctie, was dat nu een passend bedrag, die schadeloosstelling van 650.000 euro? Antwoord daarop is ja. Daarvoor heb ik twee normen. De eerste is, de uitkomst van mijn contract lag onder dat van de toen geldende kantonrechtersformule. Al helemaal als daar zeer terecht een correctiefactor bij was gehanteerd. Het tweede, en dat bedoel ik helemaal niet vervelend, maar het tweede is dat het ook lager lag dan de netto contantwaarde van het wachtgeld van een Kamerlid met eenzelfde leeftijd en dezelfde aantal jaren dat die Kamerlid is geweest. Dus als het gaat om maatschappelijke aanvaarde uitkomsten van zo'n onvrijwillig vertrek, vond ik dat het passend was. Meneer Van Leeuwen, ik heb uw argumenten gehoord, maar begrijpt u het dat het ook gezien kan worden, gezien het feit, hè, de maatschappelijke ophef als het gaat om beloningen, dat de positie van Edis als window dressing werd gezien op dit onderwerp. Begrijpt u dat dan? Ik begrijp van de ontstaande ophef heel veel. Die is mij niet ontgaan, daar heb ik veel last van gehad. En ik begrijp dat dat ook mee een deuk heeft geslagen in het imago van Edis. Ja. Dat niet voorkomen kunnen worden. Ik gaf u al aan dat het erg veel gescheeld had, denk ik, schat ik in, als de eerder gemaakte pensioenafspraak eerder ook was afgewikkeld. Dan had het in de publiciteit niet opgeteld. Ja. Goed, meneer Groot, tenslotte. Ja, voorzitter, een aantal paar afrondende vragen, althans wat mij betreft. Even terug naar de balans verstoord, het rapport van Edis. Daarin wordt
ja, het probleem gesignaleerd van het morele gevaar bij managers. En daarmee wordt bedoeld directeur die op het schild worden gehesen, die op een gegeven moment onaantastbaar, maken zich onkwetsbaar voor toezicht. Iedereen wordt blind voor die mensen. De heer Boot heeft daar ook heel veel over gezegd. Dat die mensen die verwerven zich een machtspositie. Mijn vraag is, dat zie je ook terug in woningcorporaties die gaan fuseren, steeds groter, steeds groter, steeds groter worden. Tegelijkertijd bent u altijd tegen fusies geweest, tegen een fusietoets op corporaties geweest. Ziet u dat met de wijsheid van u anders, toch? Ja, er loopt een rode draad door dit gesprek, waardoor het steeds lijkt dat ik tegen dingen ben. Dus ik ga eerst maar eens formuleren waar ik voor ben. Ik ben voor... Ja, het klopt toch dat u tegen dat u zo'n fusietoets, dat u die altijd overbodig hebt gevonden? Nee, dat klopt niet. Wat klopt is dat de inrichting van de fusietoets zoals het voornemen was, dat ik dat onzin vond. Dat schoot zijn doel ver voorbij. Waar ik voor ben, is dat, en dat mag van mij morgen op dat A4'tje van het BBSH, de corporatie zorgt ervoor dat er lokaal een bestuurlijk verantwoordelijke 24/7 aanwezig is om zich te verstaan met de maatschappelijke omgeving en de wethouder. En hoe dat concern verder georganiseerd is, vind ik niet spannend. Waar het om gaat is nabijheid. Kan de wethouder, kan de lokale gemeenschap 24/7 iemand met bestuurlijke verantwoordelijkheid die niet terug hoeft naar zijn baas, kan die daar zaken mee doen. Als dat geregeld is, één regel op dat A4'tje, systeemeis, klaar. Maar dat vertraagt zich niet met woningcorporaties van 70.000, 80.000, 90.000. Dat weet ik niet. Daar ben ik niet zo'n grote voorstander van om een andere reden. Dat is namelijk dat we geleerd hebben met elkaar dat er naast systeembanken ook systeemcorporaties kunnen bestaan. Dus daar moeten anderen maar verstandige dingen over zeggen wat daar dan ongeveer de maat is. Maar ook een corporatie die 40.000 woningen heeft en regionaal werkt, zou ik de eisen willen formuleren. Lokaal is er iemand bestuurlijk verantwoordelijk en beschikbaar. U zei eerder dat u niet kan zien of het nou een topje van de ijsberg is. En dan ging het over zonnekoningengedrag, eigenhandig gedrag van bestuurders. Volgens de heer Erens heeft eerder gezegd, nou, ik denk dat er nog wel het een en ander en van dat soort mensen rondloopt. Tegelijk... Als het dan gaat over het zelf corrigeren, het gedrag van de sector. Het was toch zo dat op congressen, bij wijze van spreken de Maseratis, de Volvo's, de grote auto's gewoon voor de deur stonden. En verschillende mensen hebben ook gezegd van ja, men sprak elkaar daar niet op aan. Wat zegt u dan? Zegt dat niet iets over hoe de interne disciplinering in de sector werkt? Ik vind dat u een volstrekt... doorgeschoten negatief beeld van de corporatiesector neerzet nu. Er stonden geen Maseratis op de parkeerplaats. Ik doe niet mee met dat soort beeldvorming. De overgrote deel van de corporatiebestuurders die doen naar eer en geweten gewoon hun werk. Die zijn naar congressen gekomen om met elkaar van gedachten te wisselen over buitengewoon belangrijke onderwerpen waarbij ze zichzelf ook bonden. En dat er een aantal megalomane bestuurders dat hele imago naar de galamiezen hebben geholpen. Ik doe er niet aan mee dat dat ineens naar de hele sector gaat. Dus nee, er stonden geen Maseratis en extreme Volvo's en andere exorbitante rijkdom op de parkeerplaats. En zo gedroegen de corporaties zich ook niet. Ik heb ook niet willen zeggen, dat dat bij alle corporaties het geval was. Zeker niet. Ik heb alleen willen zeggen dat daar waar de sommigen uit de bocht vlogen, dat er geen kracht op gang kwamen om, dat er geen cultuur was van elkaar daarop aanspreken. Dat is wat ik wilde zeggen. En daar vraag ik uw reactie op. Ja, dat heb ik u al helemaal aan het begin van het gesprek aangegeven. En dat heeft mij aan het puzzelen gezet en daar heb ik nog geen antwoord op. Wat ik heb waargenomen is dat in alle situaties op een gegeven moment die mensen zich aan Edes hebben onttrokken, of door opzegging van lidmaatschap of omdat ze überhaupt nergens meer kwamen. Dus ook niet op die congressen waar u het over had. Dus aanspreken op dat soort gelegenheden was er ook al niet. Wat ik
Wat ik mijn opvolger zou adviseren is bijna, hou even in de gaten wie er al een hele tijd niet geweest zijn en ga maar eens op pastoraal bezoek. U was 10 jaar lang boegbeeld van de sector en voorvechter van maatschappelijk ondernemerschap. Als u nou terugkijkt op die hele periode, had u dan iets anders gedaan als voorzitter van Edes? Ja, natuurlijk. 27 jaar in zo'n dynamiek. De gelegenheid, mede naar aanleiding van uw onderzoek, om daar ergens op terug te blikken. Het is mij vaak verweten door de leden dat ik mijn oren te veel liet hangen naar Den Haag. Andere leden vonden dat ik de hoekel om was als de rest van het peloton nog moest volgen. Desondanks kan ik niet anders concluderen dan dat ik meer druk had moeten zetten. Dat is één. Er is een moment geweest dat ik die druk zeer manifest had moeten maken. Namelijk toen de ledenraad het akkoord met minister Vogelaar niet ruimhartig wilde uitvoeren. Als gevolg waarvan de Vogelaarheffing is gekomen. Ik had toen tot het gaatje moeten gaan. Hoe dat afgelopen was, weet ik niet. Maar dan had ik in ieder geval alles in de strijd gegooid wat ik had. Het is een soort calvinistisch verantwoordelijkheidsgevoel, denk ik, wat me daarbij in de weg heeft gezeten. Als dat wel goed was afgelopen, ben ik ervan overtuigd, dan hadden we eindelijk de wissel genomen naar die systeemwetgeving, BBSH 1 en 4, metaforen. Dan was er een investeringsmaatschappij gekomen voor de wijken, in plaats van een heffing. En dan hadden we nu niet de corporatieheffing gehad. Dat spijt mij eigenlijk nog het meest van de hele affaire, dat het vertrouwen zo'n deuk heeft gekregen dat de corporaties ongeveer met de pootjes omhoog liggen en dat er een corporatieheffing, of een verhuurdersheffing zo u wil, maar de facto is het een corporatieheffing, van nagenoeg 2 miljard per jaar plaatsvindt. Vestia had nooit mogen gebeuren. Drama. 2 miljard verdampt. Drama. Maar omdat het in de corporatiesector niet tot solide zelfregulering heeft geleid, dat de politiek heeft verzaakt, jaar op jaar, kabinet op kabinet, om eens een keer een fatsoenlijk debat te voeren over hoe het maatschappelijk middenveld ingevuld zou moeten worden, verzaakt heeft om ondanks overeenkomsten die ik sloot de contramal in te vullen, zitten we nu met de situatie dat er ieder jaar 2 miljard volkshuisvestingsgeld wordt onttrokken. Daar baal ik goed van. Meneer Van Leeuwen, we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. U zei net in een felle reactie tegen collega Groot dat wij de indruk willen vestigen dat alleen Maseratis op parkeerplaatsen staan. Dat is niet zo. Daarom hebben we ook corporaties bezocht waarvan wij zien dat het heel goed gaat. Kijk, als onze commissie moet kunnen beoordelen of de vele incidenten en vaak zware incidenten voortvloeien uit het stelsel, dan moeten wij het stelsel doorgronden. Dat betekent ook dat we alle actoren langs laten komen en ook in ons eindrapport een plek geven, inclusief Edes, waar je zelf jarenlang boegbeeld van was. Dus als voorzitter wil ik u dat dan nog aan de slot meegeven. We bekijken het hele stelsel. En die incidenten die deels erg ernstig waren, ja, daar moeten wij wel een verklaring voor geven. Dus dat is de reden dat we hier zitten en we doen ons werk en nemen onze verantwoordelijkheid. Ik sluit deze vergadering, meneer Van Leeuwen. Dank u wel.